verzoek iedereen om te gaan zitten. Allemaal van harte welkom. Dan ga ik nog maar met iets luidere stem proberen iedereen stil te krijgen en op de plaats te krijgen. Allemaal van harte welkom bij deze avond waarop de raadsdebatten gehouden zullen worden. En er zal gesproken worden over het punt stand van zaken notitie sociaal domein april 2018 en de stand van zaken terugplaatsing Scafito. Dat zijn de drie onderwerpen voor deze avond. En ik wil de aanwezige raadsleden erop attenderen dat er een exemplaar van de BRAP in hun postvakjes ligt. Dus dan kunt u aan het eind van na deze raadsdebatten dat uit uw postvakje halen. Van harte welkom ook wethouders en ook u op de publieke tribune. Allemaal van harte welkom. Ik begin bij het eerste onderwerp, dat is het raadsdebat over het punt. Daar heeft zich één inspreker voor gemeld en dat is de heer Visser. Toch, meneer Visser? Aan u het woord. Ik zit te kijken. Ik zou alle kanten op. Meneer Visser, aan u het woord. U krijgt 5 minuten de tijd, zoals het reglement voor orde voorschrijft. En dan kunnen de raadsleden aan u vragen stellen ter verheldering en niet ter discussie. Aan u het woord. Voorzitter, dank u wel. College, raad en, laat ik zeggen, ex-collega's. Ik sta hier als oud raad van toezicht lid, 4 jaar raad van toezicht geweest. 1 jaar in 2 padjes interim bestuurder. Ik spreek ook namens collega raad van toezicht lid Christiane. Ik vond het toch nodig om nog even een aantal zaken met jullie te delen. Begin even met, we lezen in de krant, grote zorgen om het punt, gemeente grijpt in. Wederom moest het team heel veel uitleggen van waarom, noem maar op. Dus eigenlijk een vriendelijk verzoek in de toekomst. Laten we met elkaar praten en niet via de krant. Het geeft zoveel onrust en het punt, met name het team, verdient meer en een positieve PR en meer waardering. We kunnen ook zeggen van de gemeente omarmt het punt in plaats van de gemeente grijpt in. Dan komt er op een gegeven moment een raadsbrief. De gemeente gaat met het punt in gesprek om te komen tot een nog betere exploitatie. Zou een andere toonzetting zijn dan. De inventarisatie door het college met de direct betrokkenen rondom het punt heeft opgeleverd dat de raad van toezicht en de directeur-bestuurder geen uitvoering hebben gegeven aan de aanbevelingen uit het ICS-rapport en dat de invoering van deze aanbevelingen zou leiden tot een gezondere financiële situatie. En de raad van toezicht bestaat uit 1 persoon. Het mes vol in de rug. Met welk doel? We hebben, naar aanleiding van de raadsbrief, hebben we een onderbouwing gegeven. En toen was het stil. Ik wil nog wel heel even, dus die onderbouwing hoef ik niet te herhalen. Ik wil nog wel even ingaan. En de raad van toezicht bestaat uit 1 persoon. Dat is een bewuste keuze geweest. Dat hebben wij vanaf november vorig jaar regelmatig gecommuniceerd en bediscussieerd met de toenmalige wethouder en de beleidsambtenaar. We hebben in november, omdat we met elkaar in moesten grijpen, toen nog voltallige raad van toezicht, en de toenmalige directeur-bestuurder moesten we even opzij zetten. Toen hebben we gezegd, wij zakken even af naar een bestuur om operationeel met z'n allen op de bok te zitten, iedereen zijn of haar discipline, om adequaat te kunnen handelen. Zo gezegd, zo gedaan. Ook in de overlegstructuren met het ICS is een aantal malen de structuur aan de orde gekomen. Is nou de bestuurlijke vorm of de raad van toezicht het juiste model voor toch wel een redelijk, in grote geheel, maar een niet al te groot vorm van het punt.
Er werd meerdere malen aangegeven, overweegt toch eens een bestuur te hebben. Is vaak goedkoper, slagvaardiger. En eigenlijk hebben wij ervaren dat we vooral de laatste half jaar, vanaf november, heel erg slagvaardig waren. We waren eigenlijk eerst met z'n zessen, later met z'n vijven zaten we zogezegd op de bok. We hadden daar ook heel nauw in betrokken. Marion, Ruimond, Christiane, tot aan april nog Jan Huiting. En Gerrit Renten, onze financieel adviseur. Dus, Kamer van Koophandel, ja, één directeur-bestuurder, één raad van toezicht. Maar eigenlijk deden we met elkaar, met z'n vijf, zessen, deden we de bestuurlijke vorm en konden we stappen nemen. Het was een hoge mate van betrokkenheid met elkaar, dat ging eigenlijk hartstikke goed. Even een heel korte terugblik. In oktober 2013 werden we, en dan we bedoel ik Jaap van Hoek en ik, gevraagd door het college om de klus te doen. Nog niet weten waar ons te wachten staat, maar we houden allebei nog van een uitdaging. En dat was ook het eerste moment dat we de stadsbegroting pas zagen. Nou, we zijn aan de slag gegaan. Ik ga die vijf jaar u niet allemaal mee vermoeien, maar even een paar hot anekdotes wil ik u niet ontnemen. We kwamen er al heel snel achter dat we in het dossier een brief hadden, waarin we, er was voor de structuurvorm gekozen voor een stichting in verband met de BTW-teruggave. Nou, er lag een belastingbrief waarin stond dat gezien het hele gebeuren er geen enkele BTW-terugvordering mogelijk was. Gelukkig hadden we een financieel expert met een grote achterban. En oprecht compliment voor de jongelaan, die heeft met de specialisten een dusdanig creatief plan bedacht, wel oprecht en integer, dat we niet zoals in de eerste stadsbegroting staat 50% van de BTW terugkregen, maar 90%. Oftewel geen 6 ton, maar bijna 1 miljoen. Dat was ook ontzettend prettig, want anders hadden we een veel groter probleem gehad. Want we kwamen er al heel snel achter dat, en dat is geen nieuws meer, dat we een gigantisch probleem hadden met de horeca. 60.000 euro opbrengst en er stond bij dat de inrichting van de hele horeca voor rekening kwam van de exploitant die het zou huren. Dat heeft ongeveer 250.000 gekost en gelukkig konden we dat betalen met de BTW. Wat wel een rode draad is en waakzaam. Er zijn 10 jaren dat de Belastingdienst een toetsing kan doen om het terug te vorderen. Dat doen ze alleen als je niet aan de spelregels houdt. Dus het blijft, en ik denk goed dat het genoteerd wordt, belangrijk dat die spelregels of de uitvoering daarvan jaarlijks getoetst worden. Ik kijk u even aan, wilt u zo afronden, want het is al over uw tijd. Ja, ik heb een aantal dingen, maar dan gaan we dat afronden als ik geen tijd heb voor de rest. Sorry, 5 minuten gaan heel erg snel. We hebben een verzoek ingediend bij via Jaap van Hoek met gesprek en de ambtenaar Jan-Willem Meijberg om toch nog een stukje uitleg te krijgen over het afserveren van we hebben er niet genoeg aan gedaan. Tot op heden heb ik er niks van gehoord. Ik zou ontzettend graag dat Christiane en ik als Raad van Toezicht samen met die andere personen nog eens op korte termijn een gesprek hadden om uitleg te krijgen van het geheel. Ik hoop dat daar gehoor op gegeven wordt. Zo niet, dan moeten we het nog een keer heel officieel aanvragen. Als samenvatting pak ik nu even. We hebben in onze gemeente Twenterand een prachtig maatschappelijk cultureel centrum met een fantastisch theater. Met zo'n 300.000 gebruikersbezoekers per jaar. Hierin werkt een team, zeer gemotiveerd, hardwerkende puntteam met een evenzo gemotiveerde trouwe vrijwilligers. Geef hun die steun, geef hun de financiële mogelijkheid en de support om het te blijven doen. En laten we met elkaar spreken en niet over elkaar, zodat we de krant alleen halen met een positief signaal. Het is wat het is en dit is het. Dank u. Dank u wel. Dan kijk ik naar de raadsleden of er een vraag is. De heer Smelt, ik ga gewoon de rij weer langs. De heer Smelt, aan u het woord. Moet ik hem uitzetten? Ik merk aan u, kijk, ik hoor dat het goed komt. Ik merk aan u in de wijze dat u nog zeer spreekt in de vorm van raad van toezicht. En u vraagt ook in de rol van raad van toezicht, maar we hebben goed begrepen dat u die taak heeft neergelegd. En u stemt ook daarin in. Dus
Dat laat ik aan het college om daarop te reageren. Waar ik benieuwd naar ben, en ik heb daar de afgelopen periode een aantal keren naar gekeken, is het contact wat u met de gemeente heeft gehad, is op enig moment voor u eigenlijk opgehouden. Kunt u aangeven vanaf wanneer de intensiteit van de contacten die u met het college had stopten en wanneer er ook naar aanleiding van dat de raad die besloten heeft om intensief met u te spreken, te kijken naar oplossingen, wanneer dat voor u voor het laatst is geweest? Weet u dat nog? Meneer Visser, u krijgt van mij het woord en dan moet ik wel uw microfoon aanzetten, anders op. Ja. Het zijn twee verschillende dingen. Contact gehad met een constructief verloop of contact. We hebben de afgelopen jaren en ook nu veelvuldig contact gehad. Tot, moet ik even denken, ik denk dat het laatste contact geweest is het gesprek, 2 dagen na het gesprek met de wethouder die wij aangevraagd hebben. Dat ging over hoe ziet de financiële exacte situatie eruit. Er was een beleidsambtenaar die dat vroeg, Hermans Wering. En we hebben daar de antwoorden op gegeven. En dat was het laatste formele contact, voor zover ik mij kan herinneren. Moet ik even denken. We hebben 10 juli hier gezeten. Ik kan dat nazien als je een heel klein momentje. Het is 2 dagen na 27 juli. Dank u wel. Ja, dan weet u voldoende als u uw microfoon weer uitdoet, meneer Visser. Zegt u? Als u uw microfoon weer uitdoet, ja, zo werkt dat. Ik krijg even verder de heer Kerkdijk aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, uit het betoog van de heer Visser blijkt dat er, en we hebben dat ook uit de stukken gezien, dat er zo'n 50 contacten zijn geweest. De heer Smel duidde daar zo even al op. En ik begrijp dat uit die contacten, maar ook uit uw toelichting die u begin mei, de memo die u begin mei aan het college hebt gestuurd, dat het eigenlijk de conclusie van het college is geweest dat u niet aan uw opdracht hebt voldaan. Na 8 mei zijn er ook allerlei contacten geweest. Bent u als raad van toezicht of als bestuurder ooit door het college daarover benaderd met de vraag of u nog aanvullende informatie wilde leveren, of zelfs met de uitspraak, u voldoet niet aan onze vraag, u moet meer leveren. Is er tussendoor contact over geweest? De heer Visser, ja. Dat is even wennen voor mij. Dat is ook juist het wrangen van het gehele. Wij hebben al die jaren heel constructief met elkaar gesproken. Waar het altijd niet eens, maar constructief. Het laatste zinvolle contact over het geheel was dat wij voor 10 mei aan moesten leveren de uitwerking van de gegevens. En dat hebben we gedaan, naar eer en geweten. Met rustig kunnen zeggen, met bloed, zweet en tranen zijn we tot gaatje gegaan om zo maximaal te voldoen aan de vraagstelling van jullie als raad, maar ook wat het ICS-rapport als aanbeveling. Er is ook geen enkele bemerking gekomen, het is niet goed of het is onvoldoende. Dus die prikkel hebben we niet gekregen. Ja, de heer Kerkdijk, nog een aanvullende vraag. Nu het woord, meneer Kerkdijk. Dank u, voorzitter. Nog één aanvullende vraag. Want we kunnen uit het contactoverzicht zien dat er zo'n 20 contacten na 8 mei zijn geweest. Tussen uw brief van 8 mei en de brief van het college. Dus er is op geen enkele manier in die fase, tijdens die contacten met de Raad van Toezicht, met de heer Visser, met Christiane Kopperman, geduid op het feit dat u niet hebt voldaan aan uw opdracht. Meneer Visser, microfoon, ja. Sorry. Nee, geen enkele. Dank u. Dan zag ik de heer Veldmeijer aan u het woord. U gaf ook aan dat u de vraag wilde stellen. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb een heleboel vragen, maar er is nu geen tijd voor, begrijp ik. U vertelde net in uw verhaal dat in 2013 dat u niet wist wat u te wachten stond. En dat komt op mij over van nou, u bent gebeld. En u bent er gewoon blind ingestapt. Nee. Dat is niet zo? Nee, we zitten voor het traject. Wij werkten heel kort, we werkten in de werkgroep om de belangen van Twente Rand te verdedigen, daar met 5 mensen in, om te komen tot een cultuurhuis. De eerste missie was, er waren 3 stromingen met 3 wensen, helemaal verschillend, gelukkig. En daar hadden we regelmatig overleg met de wethouder en de beleidsambtenaar
om te komen tot een eenduidig, want het is altijd handig voor een college en raad, dat er eenduidig een mening is of een verlangen. Dus we hadden contacten en op hoofdlijnen wisten we. Daar had ik al eens meerdere keren gevraagd om, hoe is dat nu financieel onderbouwd? Want er zaten wat positief kritische mensen in onze werkgroep die zeiden, joh, die onderbouwen we mis ik. Nou, ik ben altijd gewend, zaken doen is vertrouwen. Dus een week voor inspreken met die bekende raadsvergadering, waarin ik meneer Smelt in de ogen keek en iets zei waar ik nog altijd aan moet denken van, hoe heb ik het kunnen zeggen? Ik stond er op dat moment volledig achter, alleen de realiteit haalde ons in. Ik zal even niet in spoken praten. Een week voor de betreffende raadsvergadering hadden we als werkgroep een gesprek met, laten we zeggen, met de wethouder en de beleidsambtenaar. Toen stelde ik de simpele vraag, omdat we nog geen begroting hadden gezien, is de begroting realistisch? Toen werd er gezegd, de begroting is realistisch en zit ook de nodige rek in. Laten we zeggen, op het niveau waar we praten, ben ik niet gewend om te zeggen van, dat kun je nu wel zeggen, maar ik wil er eerst doorrekenen. Dus wij hebben dat vertrouwd, omdat wij ook vertrouwen hebben in zo hier zitten. En zo kwam meneer Smelt op die bekende vergadering mij met de vraag van, Gerrit, durf jij je handen in het vuur te steken dat we niet qua begroting of straks realistisch scheef gaan? Wat iets andere bewoording, maar kwam er wel op neer. Toen zei ik tegen hem, ik durf ervoor te gaan, dit gaat lukken. Want met alle, laat ik zeggen, ik loop al een paar jaar mee. Ik ben met de derde uitdaging bezig, buiten het punt om. Dus we kennen wel een klein beetje het klappen van de zweep. Als in het huis gezegd wordt, het is realistisch, er zit een rek in, dan red ik me er wel mee. Dan redden wij ons er wel mee. Maar goed, de waarheid was weerbarstig. Heel. Ja, nee, uiteraard. Want ik mag even voor de duidelijkheid, ik mag gewoon vragen stellen. Want we moeten straks het debat, of het moeten 20 vragen zijn, dan is het wat anders. Maar als u nog een vraag heeft, aan u het woord. Heb ik nog twee vragen, voorzitter. Als u nou er eigen geld in had gestoken, had u dan wel gezegd, geef me die begroting even, dan reken ik hem na? Meneer Visser, aan u het woord. In alle eerlijkheid, dat had ik gezegd, ik stuur mijn accountant even langs en dan spreken we elkaar wel weer. Dank u wel, dan heer Veldmeijer, aan u nog het woord. Eén woord, wat had er anders gemoeten? En u hoeft geen heel betoog te houden, maar gewoon heel kernachtig. Fout is gegaan is een groot woord, maar wat had er anders gemoeten in uw ogen, achteraf terugkijkend? De heer Visser, aan u het woord. Moment. Dit is een hele lastige vraag, want zo zitten we niet in elkaar. Op een gegeven moment, wat je ook tegenkomt in je leven, je staat ervoor. Dus we hebben ook eigenlijk vanaf moment 1, toen we erachter kwamen van, oei, dit wordt een hele klus, hebben we gewoon ook gecommuniceerd met dit huis, hoe komen we eruit? En geen verwijten maken, maar heeft geen zin, dat we niet altijd blij waren met hoe het ging. Dat is logisch, maar ja, dat is wel in de game. We waren ontzettend blij, en dan zijn we nog steeds, dat we als Twenteranden zo'n prachtige accommodatie hebben waar 300.000 mensen per jaar komen. En daar zitten hobbels in. Maar als ik terugkijk, zou ik het anders gedaan hebben. Laat ik zeggen van, als je met de Raad van Toezicht werkt, waar we fantastische mensen in hadden, is anders beslissingen nemen dan als je een eigen bedrijf hebt. Want dan kun je elke minuut, doe je niet, want je hebt ook een team bij je, maar kun je wat sneller besluiten. Dus we hadden misschien achteraf een aantal dingen, had ik misschien ietsjes anders gedaan, maar als je de rode draad pakt, we hebben ons volledig gericht op, zeg maar, het zij zo, we kwamen tekort, we hebben dat hier uitvoerig besproken, en toen hebben ze dat is de keuze van dit huis geweest, met allerlei kunstgrepen gelijmd. Met het piketpaaltje, toen al gezet, op het ICS-rapport 2017. Dan hebben we een aantal jaren gedraaid, hebben ze gelijk aan. En kunnen we kijken wat er dan moet zijn. Nou, dat liep eigenlijk wel goed, tot dit voorjaar, want het zou in juli in de raad komen. Onze liquiditeit liep ook tot juli.
We liepen wel te hinken, maar we konden het allemaal in controle houden, omdat we dicht op die box zaten. Maar toen het dus anders liep, om nog zeer onduidelijke reden, kwamen we dus financieel in wat beroerd weer. Dank u wel. Waarom dat u vraagt, meneer Veldmeijer? Ja? Dan ga ik even door de heer Kobus, aan u het woord. Ja, dank u meneer Visser dat u de moeite neemt om toch vanavond hier ons van informatie te voorzien. Ik heb twee vragen die ik tegelijk zal stellen. Was u verbaasd dat de gemeente nu een persoon naar voren schuift waar u in december al officieel afscheid van heeft genomen als lid van de Raad van Toezicht? Of vond u dat een logische stap? En klopt het dat de eerste boodschap van deze man was namens de gemeente dat het bestuur moest paars maken? En hoe vond u dat? De heer Visser, aan u het woord. Ik heb 5 jaar heel plezierig en constructief vanaf het eerste uur met Jaap van Hoek samengewerkt. Fantastisch man, waar ik het goed mee kon vinden. We hebben elkaar veel kunnen leren. Toen hij aangaf dat hij een bepaalde leeftijd had, die zeg ik wil stoppen. Toen hebben wij op een hele chique manier met elkaar afscheid genomen. We hebben een gezeerd boek van hem gekregen, de stop. Dat hij weer ingevlogen is, heb ik hem ook over aangehouden en gezegd, joh, is jouw ijdelheid groter dan je gezonde verstand? Ik hou van Jip en Janneke taal. Maar goed, het is zijn keus. Natuurlijk vond ik het bijzonder vreemd, om de voornaamste reden, als er gezegd wordt, we willen een nieuwe frisse blik, buiten dat Jaap van Hoek heel goede kwaliteiten heeft, had ik verwacht dat er ook een frisse blik was. En die hadden wij klaar liggen, want we hadden er ook met de nieuwe wethouder en de oude al doorgesproken, dat we hadden, en we hebben het punt, samen met het puntteam, in mijn ogen, in onze ogen, hartstikke strak opgeleid. Er waren nog een paar minpuntjes, dat was de commerciële slagkracht. Organisatorisch staan de poppetjes wel op de goede plek. En de kwaliteit van de horeca, daar bedoel ik mee, daar kun je nog iets hoger. En na de zoektocht naar nieuwe bestuurders, kwamen we een dame tegen, een zeer talentvolle dame, Martine Bramer, die dit jaar commercieel directeur is geweest van de evenementhal. En die hadden we bereid gevonden om 4 maanden eens eventjes daar binnen te kijken en de boel samen met het punt nog beter op orde te brengen. Ze hadden al reeds een paar intakegesprekken gehad en een brainstormsessie. En het mooie was, ze werden ook gedragen door het puntteam. Dus dat noem ik een frisse wind. En niks ten nadele van de kwaliteiten van Jaap. Want ik heb daar 5 jaar mee samengewerkt. Maar ik was natuurlijk zeer verbolgen en teleurgesteld dat hij zich hiervoor dit leende. Dank u wel, dat is waar. Dan ga ik weer Geusken. Heeft u ja, nu het woord. Dank u wel, voorzitter. Een groot deel van de vragen die door mijn collega's zijn gesteld, die lagen ook op mijn lippen. Die gaan vooral over het verleden. Ik zou graag ook u een vraag willen stellen over de toekomst. En wel in die zin. Ik begrijp dus dat u vindt dat de motie die in deze raad is vastgesteld in februari door een groot deel is uitgevoerd door de Raad van Toezicht. Nou, daar denkt het college anders over. Maar gezien de huidige situatie, wat vindt u dat op korte termijn zou moeten gebeuren? De Visser, aan u het woord. Zo wij ook hebben gecommuniceerd. Wij hadden in lijn om 4 maanden lang minimaal Martine. En niet om Martine had ik Janneke kunnen heren, maar deze dame die zeer getalenteerd is, die kon heel veel toegevoegde waarde leveren. Dus Martine 4 maanden in laten vliegen. Op dat moment heb je het organisatorisch staan. Heb je ook een aantal, waar we van overtuigd, cashcows binnengehaald die heel veel geld in het laadje brachten. Maar ook de bestendigheid en de continuïteit van het punt qua organisatie ontzettend kon upgraden. Hoe we ook rekenden, en we hebben jullie daar deelgenoot van gemaakt, hoe je ook rekent, maar de rode draad is dat je gewoon 80.000 euro per jaar tekort komt. In dat hele pleidooi, als je vraagt wat moet er gebeuren. We hebben een prachtig theater, het heeft 1 miljoen gekost. En we hebben eigenlijk, net als je een zwembad hebt en je hebt geen geld om er water in te doen, zo hebben wij een theater zonder 1 cent cultuursubsidie. Dus wat moeten we doen? Dat is de 80.000 euro in mijn persoonlijke beleving ophogen naar 100.000. 80.000 om die organisatie fatsoenlijk te laten draaien. Om die 300.000 mensen op een goede manier te bedienen. En ook de afschrijving van het personeel niet binnen de 5 jaar te doen, maar ook iets langer.
want er wordt echt roofbouw gepleegd. Die mensen werken heel erg hard. En dat je Twenterand, en volgens mij is dat ook de portefeuille van deze man rechtsnaast mij, cultuur, om een goede cultuur in orde te maken, Twenterand breed, zodat het theater nog meer gedragen wordt. En 20.000 euro voor cultuur is een schijntje, maar ik denk dat de programmaraad er geweldig mee geholpen zou zijn, zodat ze toch dingen kunnen doen die we als Twenteranders geweldig leuk vinden. En de piramide van Maslow zegt genoeg dat cultuur daar een belangrijk onderdeel in is. Ik hoop dat ik daar voldoende mee gezegd heb. Dank u wel. Nog aanvullende vragen, meneer Reusken? Dan kijk ik naar links, mijn kant, de heer Elsinger, aan u het woord. Ja, dank u voorzitter. Ook bedankt de heer Visser. Ik had eigenlijk niet de neiging om eerst vragen te stellen, maar ik merkte wat discrepanties, laat ik maar zeggen, in uw betoog met ten opzichte van de brief. U zegt van vanaf 8 mei op een vraag van de heer Kerdijk ging het minder. Ik lees hier in de brief vanaf februari, dus ik vind dat vreemd en dat het in één keer anders is. U zegt, ik heb op 27 juli op een vraag van de heer Smelt voor het laatst met de portefeuille gesproken. Hier in de brief staat 5 juli tot 2 keer toe. Hoe kan dat, die discrepantie, dat er nu in één keer zo'n verschil in zit? De Visser, aan u het woord. Vanaf de raadsvergadering waarin de motie is aangenomen zoals die er ligt, met de opdracht erbij, ging de communicatie stroever. Want de open cultuur miste ik, misten wij. Het was eigenlijk in het verleden. Samen trekken we op. En vanaf dat moment voelden we jullie tegen jullie. Dus dat bedoelden we met stroef. De tweede vraag, ik ben de vraag niet kwijt, maar de datums, zou je me dat nog een keer kunnen herhalen? Als ik ga. Ja, u zei van het laatste gesprek wat ik met de portefeuille over was, hè, over die contactmomenten kom ik zo meteen op. Dat was op 27 juli en hier in het overzicht, maar in uw brief staat er 2 keer toe dat het op 5 juli was. Hoe kan dit? Want deze brief is van 10 augustus van u. 5 juli. Voorzitter, ik zie heel 27 juli ook niet in die contactmomenten staan, dus ik vind het een vreemde datum. Klopt. Op 27 juli hebben we een gesprek gehad met Jan-Willem Meiberg, Jaap van Hoek, Christiaan en ik, naar aanleiding van het telefoontje van Jaap een dag ervoor aan Christiane van, ik wou je even vertellen dat ik de zaak ga overnemen. Jullie worden verwacht op te stappen. Graag een soepele overdracht en geen pers. Wat verbaast ons, de volgende dag staat in de krant. Gemeente grijpt in. En de raad van toezicht met de bestuurder heeft er eigenlijk een potje van gemaakt. Nou, is het Sorry. Goed om dan de data uit de brief die gestuurd is, om die te hanteren als contactmoment? Ja, dat lijkt me handig. Ja? Meneer Elsinger heeft nog een aanvullende andere vraag aan u het woord. Ja, ik heb nog een aantal vragen, want dit was het laatste waar het over ging. Tenminste, in de beantwoording. U zegt die contactmomenten, hè, we zijn er 50, we hebben daar vragen over gesteld, we hadden ook een gesprek met u over gehad. En toen zei u, ik vroeg aan u van, wanneer ging het nou daadwerkelijk over die uitvoering van uw motie? En toen zei u tegen mij 3, dat klopt? Want ik zie allemaal onzinnige dingetjes, als ik eerlijk moet zijn, staan. Loonkosten, subsidie van de combinatiefunctionaris, ja, allemaal leuk en aardig. Dat gaat natuurlijk helemaal niet over dit onderwerp. Dus ik vind dat contactenoverzicht, daar kan ik niet zoveel mee. Maar ik ga er dan vanuit dat die 3, wat u zei, dat het dan klopt. Want dat bedoel ik echt dan een overleg met op ambtelijk en bestuurlijk niveau, wat u ook in de brief noemt. Dat bedoel ik dan. Meneer Visser, aan u het woord. We hebben 3 overlegsituaties gehad. 2 in de breedte. Overleg van, nou, hoe is de status? Het bekende afvinklijstje. Hoe ver zijn we gevorderd? Een derde is geweest met een wat smal deel. Dat ging met het besturen van de brede school. En daar zat in eerste instantie de heer Jan-Willem bij. En later is daar Herman bij aangeschoven om te kijken van, ook in het kader van de motie, wat kun je met de brede school en het punt samenwerken? Nou, concreet, misschien handig om te weten. Concreet staat ook al in de meerjarenbegroting 13.500 euro aan sportgelden. 2 keer per jaar een musical en meer budget hadden ze niet en ze zijn zelfvoorzienend.
Dank u wel. Dan kijken we naar die Elsbeth. Ik heb meer vragen. Ik stel voor dat ik het per keer doe, anders moet je het een keer weer herhalen. Dat is alleen even wat handiger. Over de accountantskosten. Er komt een opzet, 7.500 euro. Dan denk ik dat het een samenstellingsverklaring is en geen controleverklaring. Want dan denk ik dat we over dubbele praten. Maar hoeveel wordt er nou daadwerkelijk aan accountantskosten op dit moment uitgegeven? Want als ik zie wat u allemaal aanlevert, dat komt denk ik van een accountant. Dat is niet voor 7.500 euro. Kunt u een indicatie geven wat het afgelopen half jaar, uitgegeven is aan accountantskosten? Ja en nee. Kun je zeggen, ja, daar heb ik niks aan. Een van de accountants van de Jonge Laan is ook onze financiële adviseur. En die zegt, de maandagavond is voor het punt. Dus heel veel dingen zijn gebeurd op basis van vrijwilligerswerk. We hebben dit jaar niet om de accountant te beschermen, maar we hebben het in twee porties gehaald. Want toen wij in november op de bocht gingen zitten, wat al een aantal gele kaarten afgegeven van de Raad van Toezicht aan de directeur-bestuurder, was het, zacht gezegd, een beetje ondoorzichtig moeras, de financiële boekhouding. Dat was ook de hoofdreden dat we hem aan de kant zetten, dat het gewoon met cijfers gemanipuleerd was. Dat kunnen we ook hard maken. Anders hadden we eerder ingegrepen, maar we hadden pas in oktober het bewijs. Maar om de boel weer glad te trekken, en dat is echt zo, heeft de accountant, en dat heeft hij niet in hobbytijd gedaan, want dat had het veel te lang geduurd, ik denk aan incidentele kosten moeten maken, ik denk 1.089. Aan daadwerkelijke accountantskosten zullen we op termijn, want we hebben nu pas sinds 1 maart, april, een goede administratrice. In het verleden, dat is het punt, als je geen budget hebt, hadden we iemand, en zonder te disqualificeren, die moest in 8 uur de boel doen. We hebben nu gezegd, we gaan je 20 uur aannemen. En dan moet ook de hele administratie gedaan worden. Dus we hebben het nu goed op orde. En we zijn ervan overtuigd, ik praat nog even in de we-vorm, maar ik hoop dat jullie me dat vergeven, dat de accountantskosten nog wel een stukje naar beneden kunnen. En ik denk dat we ruim beneden de 10 kunnen blijven. Omdat het allemaal nu gedaan wordt door de boekhouding in het punt. En in het verleden was het heel vaak puinruim. Voldoende beantwoord? Ja, dank u tenminste, meneer Elsker. Ik wou er wel op wijzen dat we niet over personen praten die hier niet zijn. Daar heb ik heel veel moeite mee en ik ga niet ingrijpen, maar een volgende keer stop ik gewoon het debat, want dat vind ik niet kunnen. Eventjes voor alle duidelijkheid. Heer Elsker, aan u het woord. Volgens mij heb ik geen personen genoemd. Maar, Nee, maar het was ook even naar de heer Visser. Want er werden dingen genoemd waarvan ik denk dat, nou, dat vind ik niet kunnen. Ik had nog een vraag over, u had het net over een dame, hè, om meer evenementen, meer dingen te realiseren, activiteiten, PR, zodat het punt meer geld zou kunnen verdienen. Ik las ergens, ik meen dat de Roskam was, dat u dan de marketeer ontslaat. Ik neem aan dat diegene die u dan daarvoor in de plaats doet, die doet dat niet voor niets. Leg mij dat nou eens uit, want ik vond het een hele rare berichtgeving om te lezen. Maar goed, alles wat in de media staat hoeft niet waar te zijn. Dus misschien dat u mij even kunt vertellen waarom u de een wegdoet, de ander voor in de plaats. Ik vond het een vreemde gewaarwording om dat te lezen. Het is er aan u het woord. Het was niet alleen een vreemde gewaarwording. We hebben er ook lang over moeten dubben. Praktisch gezien hadden we haar ook nooit willen ontslaan. Alleen we hadden een taakstellende begroting en we hadden het over stroeve communicatie. Er werd ons met elk serieus contact even onder de neus gewreven dat er een personeelslid aangenomen was wat buiten de begroting stond. Het was zo, dus het is niet anders. Omdat de communicatie stroef ging en we eigenlijk richting juli wilden we niet op een conflict stuiten. Dus toen hebben wij gezegd, in goed overleg met het punt, we kunnen niet anders. We moeten die dame die oneigenlijk aangenomen is, maar wel heel nodig was, dus daar zijn we met elkaar wel over eens, hebben wij dus het contract niet kunnen verlengen. We hebben er ook uitvoerig doorgesproken met Martine en natuurlijk ook met het puntteam. En we hebben met gepaste tegenzin, maar om wel te voldoen en dat we niet afgeserveerd werden, hebben we haar het contract niet verlengd. Maar met gepaste tegenzin en strategisch niet handig.
Maar je moet soms wat doen om je te houden naar je belofte. Heer Elzega, aan u het woord. Oké, voorzitter, ik heb nog twee vragen, dan ben ik klaar. Want het is wel belangrijk om meteen voor het debat bij te dragen, maar dan kunnen wij, dan kunt u niet meer reageren. Dat is vervelend vanaf de tribune. Dus, ik miste zelf een beetje de synergie met de brede school. Ik heb gelezen van, ja, dat is natuurlijk niet alleen afhankelijk van het punt, hè, maar ook van de medewerking van de brede school. Maar wat we natuurlijk wel weten is dat bijvoorbeeld basisschool De Sleutel, die zal gebruik maken van de sportzalen. Weet u wat dat ongeveer oplevert en is dat in de begroting van 2019 meegenomen? Meneer Visser, aan u het woord. U mag van ons die professionaliteit verwachten. Het brengt 13.500 euro op aan sportvergoeding. Het zal ongeveer 1.000 euro per jaar opleveren aan huurpenningen maximaal van het theater in verband met de musicals. De rest waren ze zelf voorzienend. We hebben een heel constructief gesprek gehad en hebben wel gezegd dat we in gesprek zouden blijven en zou het veranderen, zouden meer budgetten zijn, dan zouden ze ook als eerste aan het punt denken. Maar concreet, 13,5 plus 1000 euro. Staat in de meerjarenbegroting al reeds opgenomen. Dank u wel. Dan de laatste vraag, ja, meneer Elzega. Ik denk dat de verwarring bij mij zit van sport en onderwijs. Maar goed, maakt niet uit. Het is allebei 13.500 plus 1000. Laatste is even over de motie. U zegt, het college schrijft in een raadsbrief van die aanbevelingen die zijn niet uitgevoerd. Nou, 1, dat komt vanzelf. 2 en 3, daar kunt u niet veel aan doen. Dat heeft allemaal met leningen te maken en zo. Theater, trouwens, die stichting Programmaraad, u noemt dat die 10.000, staat in feite los, want dat is weer een andere stichting. Dan gaat het eigenlijk om punt 5. En dat is te onderzoeken of de exploitatie van de horeca in het punt verbeterd kan worden. En we hebben jullie beantwoording als fractie gelezen. Toch hebben wij zoiets van, er wordt heel snel gezegd dat er eigenlijk geen winst of synergie te behalen is. Stel dat je een horeca-exploitant zou hebben die zegt, ik neem die hele tent van de horeca over. Dan zegt u, dat kan niet. Meneer Visser, aan u het woord. Nee, dat zegt Gerrit Visser niet. We hebben hier meerdere malen over gesproken. Ons dashboard, ons referentiekader is dat er niemand is die daar een bedrag voor wilt geven die ook maar iets kant naar val raakt. Toen hebben wij gezegd als puntteam en bestuur, we hebben zoveel synergie-effecten, want als je de horeca, want we zijn hier over één nacht ijs gegaan. Toen de punt in aanbouw was, zei Jaap en ik, hebben een aantal cultuurhuizen bezocht. En daar hebben we in vraag en antwoord spel, hoe doen jullie het, hoe is de horeca? Van de 5 die we bezocht hebben, waren er 3 die hadden de horeca verpacht. En die zeiden, maar dat hebben we ons niet door laten leiden. Doe dat nooit, om de volgende reden. Een horecaondernemer die werkt op rendement. Dus 's middags om 5 uur of om 4 uur gaat er een bordje op de balie. Morgen zijn we er weer. Dus je krijgt een uitgekleed cultuurhuis waarin ze naar de sport naar het café gaan. Daar moet je het alleen niet om laten. Maar in de mix van de flexibiliteit om arrangementen, theater, horeca, om dat te dealen, is het handig dat je het in één hand hebt. Maar als er iemand zal komen en die zegt, joh, ik bied je 40.000, 50.000 euro, dan wil ik die token overnemen. Dan ben ik ervan overtuigd dat, ik heb er geen zeggenschap meer over, maar dat ook de huidige bestuurders, CQ het punt, daar heel zwaar wegen in zijn. We hebben er altijd met open vizier naar gekeken, maar degene die ons het maximale geboden heeft, en die zijn er niet bij, maar ik bedoel dat positief, misschien mag ik het zeggen, dat is de familie Spoor. Daar hebben we uitvoerig mee gesproken, maar die zeiden in alle eerlijkheid, we geven 10.000 euro per jaar, maar als we tekort komen, krijg je niks. Daar konden we niks mee. Dus we hebben een goed gesprek met hun gehad. En we zijn ook uit elkaar gegaan van, hebben we elkaar meer te bieden, bellen we elkaar. Oké, dank u wel. Nog een laatste nabrander. En dan kijk ik even de hele raad rond of er nog ergens anders een laatste nabrander is. Heer Elzega, aan u het woord. Ja, ik stel die vraag nu omdat ik het eigenlijk een vreemde opmerking vind. Want als de familie Spoor dat zegt, en dan krijgen jullie dus niks, geen 10.000 pacht. Maar jullie hebben dan ook die arbeidskosten, die hebben jullie ook niet. Nee, die staan nu in een begroting van 40.000. Die ben je dan kwijt. Meneer Visser, aan u het woord. Klopt. Alleen, je moet niet vergeten dat om 5 uur, laten we zeggen, zo is het niet zwart-wit, gaat het normale personeel, en normaal bedoel ik,
die is van 8 tot 5 werken gaan naar huis. En neemt de horeca, neemt ook de beheerstaken over van het hele pand, inclusief de sporthal. Op het moment als je dus een horecaondernemer hebt, en die om 4 uur daar een bordje op zet, ik ben er morgen weer, dan zul je toch in dat pand 2 mensen moeten sjatteren, die tot 's nachts 12 uur, 11 uur, het beheer doen. Dus het is de horeca is bij ons ook verweven met het hele punt. Dat wil nog niet zeggen dat het, als er iemand is en echt die zegt, joh, als je het anders doet kun je de winst uithalen. Weet ik zeker dat het is niet een zwart-wit verhaal. Is er iemand die het beter kan verkopen en die zegt van hier is winst te halen, ben ik ervan overtuigd dat het altijd bespreekbaar is. Dank u wel. Dan kijk ik nog één keer de raadsleden. Heer Veldmeijer heeft nog een vraag. Dat is de laatste. Ik zit even rond te kijken. Meneer Veldmeijer, aan u. Dank u wel. De laatste vraag. 2 korte vragen, voorzitter, met toestemming. Die mevrouw Martine. 4 maanden in dienst geweest. Nee. Dat contract was getekend, maar heeft ze. Contract was getekend, heeft ze teruggegeven. Omdat ze zei: in die slangenkuil begeef ik me niet. Als de rust teruggekeerd is en ze zijn me nodig en ik heb nog geen andere job, zijn ze altijd welkom. Tweede vraag. Allee. Even terugkomen. Zij had ervaring, kwam van de evenementenhal Hardenberg. Heeft zij ook zeg maar projecten binnengebracht in die korte tijd? Ze zou 1 september beginnen. We hebben aangetriggerd, zou je voor die tijd niet wat zaken willen doen? Toen heeft ze dus met iedereen een persoonlijk gesprek gevoerd en ze heeft een brainstorm sessie gevoerd. Toen zegt ze, dan kan ik in de vakantie dat eens even laten malen en dan kan ik 1 september direct vol gas geven. En dat is de realiteit. Ze is dus niet bij de evenementen gehaald, heeft ze geen 13 jaar gewerkt. Ze heeft 13 jaar leiding gegeven aan het hele team. Ze was commercieel verantwoordelijk over het hele evenementenhal. Dank u wel. Dan nog een vraag. Ja, meneer, valt mij. Dank u wel. De horeca ging niet door. Dat heeft u net uitgelegd aan mijn collega Elsinga. Maar op het moment dat u toen verder moest, was er toen iemand binnen het punt aanwezig met daadwerkelijke, relevante horecaervaring? Praat u over 2013 of nu? Nee, op het moment dat de horeca afketste, ja. Hè, want er werd gezegd 10.000 euro, maar als we tekort komen dan betalen we helemaal niets. Was er op dat moment iemand aanwezig binnen het punt met verstand van de horeca op relevant niveau, laat ik het zo zeggen? Meneer Visser, aan u het woord. Natuurlijk, op dat moment niet, want toen waren we net uit de fundering. Toen hebben we als eerste een directeur-bestuurder voor 10 uur aangenomen. En die is bezig gegaan om het team verder in te vullen. En die heeft gesprekken gehad met een horecaondernemer die nog steeds de werkzaamheden daar doet. Oké, dank u wel. Dat waren de vragen van de raad. Meneer Visser, dank u wel voor uw betogen, voor de beantwoording op de verschillende vragen. U mag weer uw plaats innemen en dan gaan wij beginnen met de raadsdebatten. En zoals aangegeven heeft degene die aangegeven heeft het mee te willen doen, in eerste termijn met het raadsdebat 5 minuten. En ik geef als eerste de heer Elsinga het woord. En u heeft ook uw pasje bij u, ga ik vanuit. Ik noem maar eventjes, iedereen weet dat hij zijn pasje mee moet nemen. Meneer Elsinga, aan u het woord. U wil er nog meer pinnen, het is allemaal geweldig. Voorzitter, op 10 augustus heeft de gemeenteraad een e-mail met brief en bijlage ontvangen van de Raad van Toezicht en de directie van het punt. Uit de brief is onder meer op te maken dat zowel het RVT-lid als de directeur-bestuurder hun functies neerleggen. Ze geven onder meer aan dat sinds februari dit jaar de verhoudingen met het college en ambtenaren stroef waren en dit had invloed op de samenwerking. Februari is de maand dat de gemeenteraad een CDA-motie aannam waarbij een 6-tal punten uitgewerkt zouden worden en eind mei, begin juni aan de gemeenteraad zou worden gepresenteerd, normaliter bij het verschijnen van de kadernota. De uitwerking van de motie heeft overigens nog steeds niet plaatsgevonden richting de gemeenteraad. Een van de bijlagen trok met name onze aandacht.
Het was de bijlage Memo Second Opinion december 2012. Die kwam voor onze fractie als een donderslag bij heldere hemel. Want nooit kennis van kunnen nemen, ondanks onze vragen destijds. Het raadsvoorstel van februari 2013 meldt een second opinion, zoals wij in onze vragen aangaven. Mede in relatie met het cultuurhuis De Klaampen. En dat bevindingen daaruit zijn meegenomen in het raadsvoorstel. We lezen in een second opinion dat vastgoedadviseurs duidelijk te kennen geven dat het beter is de bibliotheek niet te situeren in de hart van het gebouw, maar de horeca er te situeren vanwege de traffic in het gebouw. We lezen ook dat de horecaomzet, geraamd op €400.000 per jaar, onrealistisch is, mede gezien de plek van de niet-centrale horeca. En we lezen dat de hoofdconclusie is dat op basis van het huidige ontwerp, en zo is het punt uiteindelijk gebouwd, het programma en de daaraan gekoppelde exploitatie het tekort hoger zal uitvallen dan de genoemde €132.000. Dit is informatie die wij als raadsfractie hadden moeten hebben, vinden wij. Voorafgaand aan de besluitvorming om het punt te gaan bouwen. We lezen in de beantwoording dat op basis van deze second opinion het exploitatiebedrag per jaar was opgehoogd van 1,3 naar 2 ton per jaar. Maar waar deze €70.000 extra jaarlijks op gebaseerd is, wordt niet beantwoord. En dat is nu juist de kern van de zaak. Voorzitter, GBT vindt dat dit soort afwegingen hier in de gemeenteraad moeten plaatsvinden. Het gaat om grote bedragen. Het college kan wel een advies geven, maar dan wel met een onderbouwing. Het is uiteindelijk aan de raad om te beslissen. Geen van beide is gebeurd. We hebben kennis genomen van de memo van het punt van 8 mei voor wat betreft de uitwerking van de motie. Waarom heeft de uitwerking van de motie en het resultaat ervan niet een maand later kunnen plaatsvinden in de raad? Wat was daarvoor nodig, is de vraag aan het college. In de raadsbrief van 24 juli meldt u ons namelijk dat er voor de RVT en de directie van het punt geen uitvoering is gegeven aan de aanbevelingen uit het rapport van ICS. Wij verzoeken om een toelichting. Voor wat betreft een vertegenwoordiging namens de gemeente in de RVT, hoe lang is de gemeente niet vertegenwoordigd geweest in de Raad van Toezicht en hoe is dat zo gekomen? GBT had overigens meer synergie, meer samenwerking verwacht met een aanbouw zijnde brede school. Maar we lezen dat hiervan geen sprake is. Nu zijn het beide stand-alone gebouwen, met elk hun eigen ontmoetingsruimtes. Een gemiste kans, hoe heeft dit zo kunnen gebeuren? Er waren een aantal partijen die er nadrukkelijk aandacht voor gevraagd hadden. Geldt ook voor de bijdrage van €10.000 aan de theaterstichtingen Turf en het Punt. De programmaraad van het Punt valt buiten de boord. Turf zit juridisch gezien in een zetel. En samenwerking zal een bijdrage doen afnemen. De algemene subsidieverordening maakt dat mogelijk. Voor GBT staat vast, en dat is niet alleen in dit dossier, wie niet wil samenwerken of dit bewust tegenhoudt, wat ons betreft wel een probleem heeft. Ook dat is vaker gerefereerd. Wij willen subsidies zo effectief mogelijk inzetten, anders is het duur geld. Hoe nu verder? Dat de stadsbegroting niet goed was, zoals ook het punt aangeeft, staat voor ons als een paal boven water. Maar daar staat het eigenlijk wel voor de hele gemeenteraad, want anders was die motie in februari niet ingediend en aangenomen. Er moet er dus hoe dan ook structureel geld bij, maar hoeveel per jaar? In ieder geval zal het werkelijk OZB-tarief moeten worden bijgesteld naar boven met zo'n €20.000. Voordeel daarvan is dat het vanzelf weer de gemeente weer terugkomt. Twee, de tarieven voor de binnensport zijn al 6 jaar lang niet aangepast naar het gemiddelde in de regio. Dit is een jaarlijks nadeel voor het punt van afgerond €6.000. Eenzelfde soort bedrag geldt ook voor de Klaampen. Dus dat is ook de schuld van de raad. De overige punten, zoals aanpassen van de organisatiekosten en de postgroot onderhoud, dat zal wel volgen in oktober bij de uitwerking van de motie. Maar naar de mening van onze fractie is de grootste wens toch te behalen in de horeca. Hoe ziet het college dit en zien zij kansen? Voorzitter, GBT wil afsluitend af van slepende kwesties. En dit is er zo een. Het geeft elk jaar weer alleen maar ergernis en negatieve energie. Niet alleen bij ons in de fractie, maar ook bij alle medewerkers, vrijwilligers en bestuurders van het punt. En dat verdienen ze niet. Er moet rust in de tent komen. Dat kan het beste bewerkstelligd worden door een inhoudelijk en financieel structurele oplossing. Want laten we niet vergeten dat de waarde van het punt voor de samenleving enorm is, met jaarlijks 300.000 bezoekers en gebruikers. Het punt verving de voormalige sporthal De Stoppen, gymzaal Oranjeplein, het MCC-gebouw en de oude MAVO, en die kosten ook allemaal geld. Door het punt moest de verdere ontwikkeling
van de centrumvisie voor Zoop mogelijk gemaakt worden. En dat gebeurt nu. Maar dat was weer een andere agenda. De RVT wordt vernieuwd. Kan het college vertellen wat de stand van zaken is? En is het college bereid ook vanuit dit huis fris naar de toekomst met het punt te gaan kijken? Graag antwoord op deze vragen en de andere vragen. Tot zover de eerste termijn, voorzitter. Dank u wel. Dan kijk ik naar de fractie van het CDA. De heer Kerkdijk, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Vrouw Zoop is trots op het punt. En de uitdaging zal nu zijn, nog meer dan nu, Twenterand ook trots op het punt te laten zijn. Maar ik moet wel zeggen dat in de huidige stand van zaken in dit dossier die trots beschadigd is. In onze inbreng komen een aantal dingen naar voren die de heer Elzinga ook heeft aangegeven. Maar ik wil het toch uitspreken, want we vinden het belangrijk genoeg om ook ons standpunt helder en duidelijk naar voren te brengen. Allereerst nogmaals waardering voor het vele werk wat de Raad van Toezicht en de bestuurder ad interim vaak belangeloos hebben geleverd. Chapeau. Maar ook medewerkers en vrijwilligers, we kunnen het nu niet genoeg benadrukken, zonder u was het punt er niet. Er is in dit verband zijn er problemen ontstaan en er is zo even al geduid op de motie die wij als raad, haast raadsbreed, op 6 februari 2018 hebben aangenomen. En strekking was, college, kijk naar de tot nu toe niet in exploitatie opgenomen kosten, kijk naar oversluitmogelijkheden van de hypotheek tegen een lager rentepercentage, kijk naar het toekennen van de programmabijdrage voor het theater, onderzoek privatisering van de horeca en kijk naar de verbinding tussen het punt en de brede school. En wij dachten daarvoor een beantwoording voor de vakantie te krijgen. De heer Elzinga heeft het al aangegeven, dat is niet gebeurd. En wat zie je dan? Dat is dat het water bij vooral de vrijwilligersorganisatie van het punt tot de lippen komt. En dat hadden we niet moeten aanrichten. Ik wil dat nog een keer benadrukken. Daarna, chronologisch, allereerst de brief van de Raad van Toezicht en de directie van het punt van 10 augustus. De lid van de Raad van Toezicht, Koppelman, en de directeur, bestuurder, ad interim, Gerrit Visser, leggen hun functies neer. Verstoorde verhoudingen en ja, uiteindelijk het verwijt ook vanuit dit huis dat er geen uitvoering is gegeven aan de opdracht van de Raad zoals die 6 februari 2018 is gegeven. Ik moet zeggen dat wij van mening zijn dat er voor een fors deel wel uitvoering is gegeven. En eigenlijk vind ik het een beetje schaamteloos wat daarna is ontstaan. Ik wil het graag toelichten. Maar allereerst ook op dit punt de vraag, kan het college inzicht geven op de stroeve verhoudingen, maar ook wat ze aan investeringen gedaan hebben op die stroeve verhoudingen richting de Raad van Toezicht en richting de bestuurder. 50 contacten en u laat het allemaal door de vingers lopen. Ik vind het wat. Dan de reactie op de motie van februari. Wanneer kunnen we die verwachten? Wat is de stand van zaken? In de stukken kun je zien dat er in mei al het nodige aan informatie beschikbaar was. Wanneer komt die informatie beschikbaar? En kan de toezegging dat dit in ieder geval begin oktober komt nagekomen worden? Uiteindelijk wordt ook in de stukken geduid op de jaarrekening 2017. We hebben in februari al gezegd, die willen we zo snel mogelijk hebben. Dat is nog niet het geval. Wanneer krijgen we die? Er wordt wel een resultaat genoemd, maar er wordt niet genoemd hoe uiteindelijk de financiële baten en lasten eruit zien. Het memo second opinion, we kunnen er kort in zijn. Donderslag bij heldere hemel, het citaat van collega Elzinga. Nou, ik vind de beantwoording van het college inderdaad helder en klaar. En een antwoord op de vraag hoe je dan van 130.000 naar 200.000 euro komt. Ik denk dat de heer Smelt in zijn bijdrage daar zo nog voor op terug zal komen. Ik daag hem daartoe uit. En uiteindelijk zijn de conclusies van die second opinion, die zijn uiteindelijk ook meegenomen in het raadsvoorstel. Dan een analyse van het standpunt van de Raad van Toezicht van 8 mei. De Raad van Toezicht noemt de kosten in de exploitatieopzet die niet zijn opgenomen in de exploitatie een bedrag van 60.000 euro. Vraag daarbij is of dat bedrag inmiddels ook getoetst is door het college. Er wordt ook genoemd geen mogelijkheid voor het oversluiten van de hypotheek, geen programmeringsbijdrage van het punt door een onduidelijke keuze van het college, eigenlijk hinken op twee gedachten, turf versus het punt, geen verbinding tussen de brede school en het punt, terwijl we hier over onderwijshuisvesting gaan, laten we dat lopen. Op een groot aantal punten wel actie ondernomen, maar uiteindelijk stelt u, de bestuurders, het Raad van Toezicht en het bestuurder hebben geen uitvoering gegeven aan de aanbevelingen uit het ICS-rapport. Hoe kan dat? Nogmaals, in onze vragenronde richting de bestuurder ad interim, die nu vertrokken is, hebben we het ook aangegeven. Nu pak ik even, want de heer Elzinga wil u een vraag stellen. De heer Kerkdijk, dus op een bepaald moment dan, meneer Elzinga, ik geef u het woord. Ja, dank u voor zijn raad, dat mooi door, maar laat maar mooi even zijn gang gaan, dus geen probleem. Bedankt.
Even over, kijk, dit is een openbaar debat. Wij willen de mensen dus duidelijk maken van wat er met het geld gebeurt en hoe dat allemaal komt. En nu hoor ik eigenlijk een beetje een soort van onderrondje van dat u en de heer Smel wel weten hoe dat komt, wat het verschil is. Nou, ik weet het dus niet. Nou, de heer Smel zegt nu ook van niet. Dus ik wil eigenlijk dan wel graag weten waarom dus die, want u weet kennelijk meer dan ik, waarom die 132 dan naar 2 ton is gegaan. Is dat omdat 2 ton een mooi afgerond bedrag is? Ik vraag juist in mijn bijdrage. Waar is die 70.000 op gebaseerd? Daar moet een onderlegger onder liggen. Het enige wat ik kan zien in die second opinion is dat die horeca kennelijk verkeerd gepositioneerd ligt. En ik kan niet anders constateren dat men heeft gedacht van, nou ja, laten we er maar 70.000 erbij doen, de tekening niet aanpassen en dan zijn we klaar. Of, en dat kan ook nog, dat het een politieke keuze is geweest. Dat er in het college misschien wel oneenigheid was dat de een de 2 ton bij wilde en de ander 50 en weer wat, we gaan ergens in de midden zitten. Dat wil ik juist graag weten. Maar misschien kunt u mij meer vertellen. Meneer Kerkdijk, aan u het woord. Ik weet het ook niet. Op dat moment maakte ik nog geen onderdeel uit van de raad. Ik heb dat debat vol spanning gevolgd via Delta TV. En ik weet dat de heer Smelters toen stevig op is ingegaan. Ik dacht dat het te maken had met budgetten die elders beschikbaar waren in de begroting. Maar de heer Smelters weet het nog veel beter dan ik. Ja, en het college heeft daar toen keuzes in gemaakt. En dacht, ICS ligt er. We hebben een fors bedrag in te halen. Laten we die 70.000 euro die ergens stond, en dat ergens dat zal de wethouder financiën nu ook nog wel terug te brengen zijn. Laten we dat maar eens aangeven. Ja? Oké, we volgen uw betoog, meneer Kerkdijk. Voorzitter, dan nog even de communicatie tussen de Raad van Toezicht, de bestuurder en de gemeente. We hebben al gezegd, 50 contacten vanaf februari. En dan wordt in het gesprek van 27 juli, en dat is informatie die zo even hier over tafel is gegaan, eigenlijk gezegd van nou, we stoppen ermee. Daar komt het op neer. Ik zou daar graag een toelichting van het college op willen hebben hoe die uitspraak tot stand is gekomen. Indien diezelfde uitspraak van de heer Visser inderdaad door het college op die manier is beleefd. Afsluitend. Ik wilde u zo afronden. Ja, afsluitend. Zowel ICS als het huidige Raad van Toezicht geven en gaven aan dat de huidige bestuurlijke structuur niet ideaal is. En op basis van de nu ontstaande crisis roept er nog meer vraagtekens op. Een structuur met een Raad van Toezicht, waarbij zoveel druk op leden van de Raad van Toezicht wordt gelegd, dat men gewoon vertrekt. Het zijn vrijwilligers en wie willen nu nog plaatsnemen in de Raad van Toezicht van dit soort instellingen, waar we als gemeente alle belang bij hebben. En wie kan er dan nog geheel belangloos in die functie van lid van de Raad van Bestuur toetreden? Beseft het college wat men met deze druk richting zo'n Raad van Toezicht doet? En als laatste, wanneer je zaken moet doen met een gemeentelijke organisatie die in zichzelf is gekeerd en overtuigd is van zijn eigen gelijk, is het moeilijk roeien. Dank u. Dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Smelt. Aan u het woord. Voorzitter, ik heb even een opmerking. Voor mij hadden we afgesproken dat februari de stroeve verhoudingen zijn begonnen en 5 juli, maar nu werden weer 27 juli gezegd, dus we zouden de brief aanhouden. Ja, nou ja, goed, dat heb ik net gezegd, dus ik kan wel blijven herhalen, maar u heeft gelijk. Het gaat erom dat de data die in de brief van de heer Visser zijn genoemd, dat die leidend zijn. Want anders krijgen we hier een discussie over data en dat zal niet de bedoeling zijn van dit raadsdebat. De heer Smelt, aan u het woord. Anders wil ik wel de volgende eerst het woord geven, meneer Smelt. Dan kunt u uw tekst opzoeken, want u heeft geen verbinding. Oei. Ja, ik ga even verder. Dan kan de heer Smelt helemaal aan het eind. Zal hij zoeken, kijken of hij ook verbinding kan krijgen. Dan kijk ik naar de heer Jonker. Aan u het woord. Even hier op neerzetten. Dank u wel, voorzitter. Er is al heel wat gezegd over het punt. Laat ik beginnen met te zeggen dat het punt een goede functie vervult binnen de gemeente Twenterand. Het is goed dat we nu met elkaar het debat kunnen voeren, nu er ook grote zorgen zijn. We zitten in een situatie die vraagt om een structurele oplossing. Dan is het ook goed om eens goed te reflecteren met elkaar. En dat alle betrokken partijen, Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, ambtelijke organisatie, college, maar ook de gemeenteraad, eens in de spiegel gaat kijken en zich afvragen wat ging er nu eigenlijk mis. Er is veel over te zeggen, dat kan niet allemaal in 5 minuten, dus ik richt me dan ook op voornamelijk op het gemeentelijk bestuurlijk proces. In de raadsbrief van het college van 24 juli wordt gemeld dat het feitelijk tekort bij het punt ruim 134.000 euro is. Verder wordt gemeld dat de betrokkenheid en de gevoelde verantwoordelijkheid van alle betrokkenen voor het punt immens groot is.
Dat hebben wij ook ervaren in de verschillende contacten die we hebben gehad met de verschillende betrokken partijen van het punt. Maar dan wordt er in de volgende zin gemeld in de raadsbrief dat de Raad van Toezicht en directeur-bestuurder geen uitvoering gegeven hebben aan de aanbevelingen uit het rapport van ICS. Hebben we het dan over het ICS-rapport eind 2017? Invoering van deze aanbevelingen zouden leiden tot een gezondere financiële situatie. Dit kwam bij ons over als, sorry, als gemeente hebben wij niets verkeerds gedaan. En in feite zeg je hiermee ook dat de Raad van Toezicht en directeur-bestuurder er een potje van hebben gemaakt. Er zal zeker op bepaalde punten gefaald zijn. Er is net in de inspreek van de heer Visser ook al gebleken. Financiële cijfers waren boekhoudkundig niet helemaal inzichtelijk. En ook in de gesprekken die we hebben gevoerd, dat op het gebied van sponsoring, dat was ook niet opgepakt. Maar dan zet ik toch even een paar stappen terug. Terug naar de besluitvorming over de komst van het punt. Als je de debatten terugziet, dan zie je dat er nauwelijks sprake was van een grondige beoordeling van de voorgelegde varianten die het voormalige college voorlegde. Het Hosanna-gehalte en de positiviteit was hoog. Kortom, alles of niks, een activiteitencentrum inclusief theater moest en zou er komen. Met de verkregen informatie die wij via de Griffie ontvingen van de voormalige Raad van Toezicht, een memo met informatie gedateerd 17 december 2012, dan komt pijnlijk aan het licht dat de Raad destijds niet volledig is geïnformeerd. En dus een besluit nam op te positieve financiële gronden. En dat is kwalijk en politiek gezien een doodzonde. Concrete vraag, waarom is deze cruciale informatie niet verstrekt aan de Raad? Wie heeft deze informatie achtergehouden? Was deze informatie bekend bij de toenmalige wethouder? Graag duidelijkheid hierover, want dat doet recht aan alle betrokkenen. De Raad heeft op basis van ontbrekende informatie van de Raad van Toezicht van het punt opgedragen met een onmogelijke opdracht, namelijk het functioneren en het draaiende houden van het punt. Op de volgende vragen willen we graag een concreet ook antwoord hebben. Wie heeft de oorspronkelijke begroting opgesteld en waar zijn de gedane aannames op gebaseerd? Hoe is de realiteit van 2017 met betrekking tot de exploitatie en verder ten opzichte van deze oorspronkelijke begroting? Wat zijn de resultaten van de diverse onderdelen van het punt gespitst naar het theater en het horecagedeelte? Wat is er tot nu toe gebeurd om synergie tussen het punt en de brede school te krijgen? Klopt het dat de nieuwe brede school ook een grote gemeenschapsruimte heeft? Hiervoor kan toch de theaterruimte voor gebruikt worden? En welke grote uitgaven komen er nog aan ten aanzien van het gebouw? We horen van verduurzaming van het gebouw met zonnepanelen op het dak. Is hiervoor een aanpassing van het dak noodzakelijk? Waarom is dat niet gelijk meegenomen? Hoe nu verder? Mogen we het punt opzadelen met de problemen waarbij de gemeente in gebrek is gebleven? We kunnen de stenen van het gebouw niet terugbrengen. We zitten dus met een gebouw dat een maatje te groot is wat de SGP betreft. Er worden activiteiten gehouden die geld kosten. U weet dat de SGP geen voorstander is en was van theater. Nu blijkt ook wel dat dit een groot zorgenkindje is binnen het activiteitencentrum. Moeten we het theatergebouw dan maar afbreken? Nee, daar pleiten we niet voor. Maar wel, stop met deze activiteiten. Sowieso omdat dit momenteel bedrijfseconomisch onverantwoord is. Moet je dan alles bedrijfseconomisch bekijken met een dergelijke activiteitencentrum? Nee, dat zeggen we ook niet. Een activiteitencentrum mag best gemeenschapsgeld kosten. En dan kom je tot de kernvraag waar het allemaal om draait. Hoeveel gemeenschapsgeld hebben we voor het punt over? Wat mag het kosten? En wat heeft het ons al gekost? Als we kijken naar de jaren 2015-2017, circa 1 miljoen euro is er uitgegeven. Denk aan de structurele bijdrage van ruim 2 ton per jaar, de rente die geschonken is, de opschorting van de aflossing en de reservering van het groot onderhoud die voor rekening van de gemeente komt. Het werkelijk tekort op de exploitatie lijkt derhalve hoger dan 1 miljoen euro. Dat is per jaar dan, als je kijkt over de jaren 2015 tot 2017, ruim 3 ton. Ondanks de extra maatregelen die genomen zijn, zijn er nog ernstige liquiditeitsproblemen. Er zal een duurzame oplossing moeten komen en die gaat hoe dan ook ergens pijn doen. Nogmaals de kernvraag. Hoeveel geld willen we besteden aan het punt? Hoeveel gemeenschapsgeld, want daar hebben we het over, mag het kosten? Welke activiteiten achten wij nodig om het gemeenschapsgeld te betalen? Wilt u afronden, meneer Jong? Ja, ik zal afronden. Er zullen duidelijke keuzes gemaakt moeten worden wat de SGP betreft. Ten eerste, al genoemd, de theateractiviteiten. De horeca is moeilijk, er is geen uitbater te vinden. De gemeente als horecaondernemer is geen optie wat de SGP betreft. Verder zal door het college ook kritisch gekeken moeten worden naar de huurtarieven. Worden in heel Twente-Rand bijvoorbeeld dezelfde tarieven gehanteerd met de bibliotheken?
En we hoorden ook dat er geruchten zijn dat er activiteiten vanuit de gemeente verwijderd worden uit het punt. Graag uw reactie daarop. En we hopen dat de wethouder ons openheid van zaken wil geven en hopen op een duurzame oplossing waarbij het punt, hetzij met vermindering van activiteiten, verder kan. Ja, want anders krijg ik allemaal andere boze gezichten van anderen. Dus ik probeer een beetje rek erin te hebben, maar na 6 minuten moet ik echt stoppen. De heer Veldmeijer. De heer Veldmeijer aan u. Meneer Smelt heeft contact, dus laten we eerst meneer Smelt maar doen. Ja, u ook. Dus als u, dan geef ik eerst meneer Smelt het woord, voordat het er weer fout gaat. Meneer Smelt, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Dus het is de bedoeling dat we hier contact houden met elkaar, anders gaat het hier helemaal mis natuurlijk. Voorzitter, ik en mijn fractie voegen ons in augustus, normaal komt tijd, vakantie, nogal bij de benen genomen. En dat hebben wij ook in de pers vertaald. Het is op meerdere terreinen klaarblijkelijk erg fout gegaan. Rond de bedrijfsvoering, exploitatie, directie, raad van toezicht van het prachtige punt InfoMSOP. Waarbij communicatie en kwaliteit van communicatie, het verhaal van de zender en ontvanger, dan maar samenvattend met u delen als de rode draad. In de introductie op dit debat heeft onze coalitiepartner het GBT aangegeven waarover vanavond het debat dient te gaan. Het gaat met name over de memo van de second opinion en de effecten daarvan. De inhoud van die second opinion kwam voor mij en mijn fractie ook als een donderslag bij heldere hemel. Het raadsvoorstel van februari 2013 meldt weliswaar verscholen dat er een second opinion is en verbindt dat in de tekst met de culturus de klampen en dat bevindingen zijn meegenomen in het raadsvoorstel. Dat staat. Nu 5 jaar later de inhoud van de second opinion hebben kunnen lezen, zien wij dat we destijds na moeilijke discussies ook in onze fractie en gesprekken met de wethouder van wel eer toch niet goed zijn geïnformeerd. We nemen dat het college van dit van vandaag via u toch kwalijk. Hij had ons vertrouwen geschonden. We hebben meerdere gesprekken gevoerd om de exploitatie zo gunstig mogelijk te krijgen. En uit vragen uit mijn fractie, en meneer Visser, u refereert eraan, ik was nogal stevig naar u toe, maar ik wilde graag een gezonde exploitatie. Dat was in de vraagstelling ons doel. We nemen het de toenmalige wethouder die ons daarin meegenomen heeft ook kwalijk dat hij op toezeggingen die ik van hem vroeg over de horeca en de positie in het gebouw, de aanbestedingssamensmelting, het theaterdeel delen met de brede school, de gesubsidieerde instellingen vermengen met geld dat kapitaal genereert voor huurpenningen, waar uiteindelijk niets van gebleken is, maar wat wel in die second opinion staat, kwalijk. En u kunt het ons nu niet kwalijk nemen dat we daar nu de vinger wel bij moeten leggen. Het was ook onze verantwoordelijkheid als raadslid een besluit te nemen op goede informatie. We kunnen onszelf achteraf nu kwalijk nemen dat wij geen politieke instrumenten hebben ingezet, zijn de moties en amendementen, omdat wij er gewoon op vertrouwden dat de gemaakte afspraken ook zouden kunnen worden uitgevoerd in de realiteit en op basis van vertrouwen, ik hoor het u zeggen, doe je echt zaken. Voorzitter, we hebben gesproken over de failliete business case horeca. Ik heb het al eerder aangegeven. Het was toen de tijd ook een van de inzetten van onze pleidooi. En we vinden ook, dat hoort u ook vanavond weer, dat wij daar heel erg goed naar moeten kijken. Plat gezegd, we willen af van de gesubsidieerde frikandellen. Onze kaders waren toen helder en ik zal ze nu nogmaals met u delen. Ons kader is dat we willen zien uitgevoerd, voorzitter, dat de horeca uit de exploitatie wordt gehaald. Dat er een pachter wordt gevonden voor de uitvoering van de horeca in het punt. De uitbater van de payroll van het punt wordt gehaald om daarmee de subsidiebijdrage en de kosten voor de gemeenschap te kunnen verminderen. Bovendien is het genereren van huurinkomsten van commerciële partijen, zoals in de oorspronkelijke plannen vervat, een kans om de kosten te verlagen. En ik moet met u spreken over de coalitie CDA ChristenUnie LLT, waar wij eerst spraken over een tekort van slechts 88.000 euro. En waar wij van vonden dat dat een prima exploitatie had kunnen zijn. Dat is uiteindelijk opgehoogd. We praten nu over 280.000 euro exploitatietekort. En hier zet ik even een punt. Dat is heel aardig van u. Dan scheelt mij weer om in te breken. Heer Kerkdijk heeft een vraag aan u. De heer Kerkdijk, u het woord. Dank u wel, voorzitter. De heer Smelt stapt heel stevig naar de business case horeca en stelt voor dat we maar bij een derde onder te brengen. Maar ik denk dat zo even ook gezegd is dat dan er een gat valt in de toezicht op de sporthal. Hoe denkt u dat dan af te dekken? Want dat kost ook de nodige personele sterkte en dat zal ook betaald moeten worden.
Heer Smelten, u het woord. Voorzitter, ik zei, en ik hoop dat u mij goed begrijpt, ik zei, ik vind dat het kader moet zijn voor dit college, dat dat het uitgangspunt moet zijn waar ze naar moet kijken. En om de failliete business case zo rendabel mogelijk te houden, reiken wij dit college aan om die huidige situatie om te buigen naar een verpachting van horeca buiten de exploitatie van om. Wat daar aan toezicht bij moet komen, daar wil ik niet over gaan, dat is niet mijn kader. Ik vind eigenlijk dat in de raadslid wij daar nu niet tegen het college moeten zeggen, dan moet u dat zus en zo regelen. Dat wil ik ook niet doen, maar ik wil wel een signaal afgeven vanavond, en dat heb ik ook eerder gedaan, dat we met dit soort activiteitencentra en dit soort prachtige voorzieningen, ja, horeca nodig zijn, maar commerciële bedrijven zijn veel beter in staat om daar rendement uit te halen en daar breedschaliger te doen. En daar heb ik op zich uiteindelijk, als we kijken naar wat we als gemeenschapsgeld bij doen, de meeste fiducie in dat dat dan slaagt. En dat het bestuur, raad van toezicht, afspraken maakt met die partij en zegt van we zouden graag op die manier willen. Het lijkt mij een stap verder in het proces. Dus ik kijk eerst, wat is de meest haalbare business case die je kunt halen? En dan moet je wel stevig aanzetten. Vandaar mijn betoog. Nog een aanvullende vraag, de heer Kerkdijk. Ja, voorzitter, het gemak waarmee dit gebeurt geeft weer precies aan de discussie die in 2013 ook op deze manier gevoerd is. U stapt zo over 2 x 60.000 euro heen, want daar gaan we niet over, dat zien we dan wel. En u stelt heel makkelijk, we brengen die horeca naar buiten en voor de rest ga ik daar niet over. U gaat daar wel over, wij gaan erover, wij zijn de gemeenteraad en dat kunnen wij ook weer in dit geval het punt niet aandoen. Nou, voorzitter, heer Smelt, aan u het woord. Ja, excuus voorzitter. Ik wil even uw microfoon uitdoen. Ja, heer Smelt, aan u het woord. Excuus voorzitter, ik kijk hier echt bedrijfseconomisch naar. Dat moeten wij niet kwalijk nemen. Dat doe ik en ik zeg daarbij dat als je kijkt naar het op geld zetten van, zie ik dit in de huidige situatie als de meest goede oplossing om snel te komen tot de verlaging van exploitatiebijdrage. Ik heb daar destijds de heren die daarover inspraken ook op bevraagd. En aangegeven dat dat wat ons betreft een heikel punt was. U weet dat ook. In elke debat die we erover gevoerd hebben, echt gesproken over de exploitatiebedrijven en over de horeca. En ik vind ook dat het college gemachtigd moet zijn, en ik hoop dat hij daar straks in zijn bijdrage op wil reageren, om aan te geven hoe zij daar nu tegenaan kijken. Ik geef mijn kader daarin nu weg, ook voor u, prima voor een debat, maar ik vind dat we echt een halt moeten aanbrengen, voorzitter, aan het telken malen schrijven van dat de horeca veel geld kost en er niets aan doet. Kan ik mijn betoog vertolken? Natuurlijk, okay. De heer Kerkdijk. Voorzitter, ik was gebleven bij te zeggen dat we ooit begonnen op de eerste tafel waarin we in de coalitie deelnamen met de wethouder te spreken over een exploitatiebijdrage van 88.000 euro als oorspronkelijk model. En daar zaten commerciële ruimte in het punt. We hebben gezien dat we uiteindelijk het punt gebouwd hebben, er gesubsidieerde instellingen in zitten en we uiteindelijk niet in staat zijn geweest om daar voldoende vreemd geld in te brengen. Dat is een gemiste kans, dat is ook zonder jammer, want dat was oorspronkelijk niet de bedoeling. Dus wat mij betreft, als we teruggaan naar het oorspronkelijke plan en kijken waar zit winst, waar zitten we op koers, wil ik het college vragen om te kijken of zij die plannen van destijds nog eens een keer weer opnieuw tegen het licht willen houden om het punt te helpen met een gezonde bijdrage. Voorzitter, ik rond af. Wat ons betreft, het punt is en blijft een geweldige accommodatie. Ik hoor het u allemaal zeggen. En dat vinden wij ook. Het is een fantastisch pand. De combinatie met de brede school als een unielocatie was voor onze fractie een absolute kans om het rendement te verhogen en de kosten te verlagen. We willen ons graag inspannen om met u in de discussie vanaf nu te kijken naar wat is een gezonde exploitatiebijdrage voor het punt, om alle activiteiten die daar zijn, ja, dan moeten wij een deel betalen en hebben we geen enkele moeite mee om die langjarig met elkaar te kunnen volhouden. Dat is onze insteek voor de oplossing en dat is onze bijdrage voor op dit moment voor het debat. Kijkend, en dat moet ik er wel bij zeggen, naar de leerpunten die in de second opinion zijn genoemd. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, dan de heer Veldmeijer, nu wel. Want er is geen wachtende voor u. Ik moet even de microfoon, denk ik, uit, maar weet ik niet zeker. Even kijken hoe het werkt. En dan weer aan en dan... Ja. Dank u wel, voorzitter. Ja. Ik kijk toch iets anders naar het punt, voorzitter. Ik heb ooit lang geleden de Hoge Hotelschool Maastricht gedaan. Dus ik heb, hoewel ik er lang uit ben, veel affiniteit met de horeca. Dus ik kijk iets anders tegenaan.
Voorzitter, PVV zit pas een paar maanden in de Raad van Twente Rand en heeft dus geen rol gespeeld bij de besluitvorming om te komen tot het punt. Ook hebben wij geen rol gespeeld in de periode vanaf de start van het punt tot en met heden. We zijn dus de enige partij in de Raad die partner deel heeft aan de huidige situatie. Toch willen wij, ook wij, terugkijken op het verleden, want van het verleden moet je immers leren. En natuurlijk willen we ook ingaan op de toekomst, want hoe zorg je ervoor dat het punt wel een succes wordt. Terug naar het verleden. Voor de PVV is het onbegrijpelijk dat de gemeenteraad destijds ja heeft gezegd tegen het punt zonder een deugdelijke aanvangsbegroting. Ieder bedrijf of organisatie heeft te maken met bedrijfskosten en de hoogte van deze bedrijfskosten bepalen mede het netto resultaat. Belangrijke kosten zoals de administratie, de bedrijfsvoering, accountants, verkoopkosten en dergelijke zijn niet meegenomen in de aanvangsbegroting. Hierdoor werd eerder een rooskleurig beeld geschetst dan een realistisch beeld. Hoe heeft het kunnen gebeuren, vragen we aan het college. Was er wel voldoende expertise aanwezig in het college en in de gemeenteraad? Is de gemeenteraad wel voldoende geïnformeerd? Zie de discussie over de memo van 2012. Graag een reactie. En naast het feit dat het punt hierdoor een valse start maakte, zijn er qua inrichting wat ons betreft cruciale fouten gemaakt. Fouten die nooit gemaakt hadden mogen worden en die nog steeds een maximale benutting van het gebouw onmogelijk maken. Fouten die nooit gemaakt zouden zijn wanneer er voldoende expertise was geweest bij de inrichting van het punt. Want hoe kan het dat het restaurant in een uithoek is geplaatst en niet in het hart van het pand? Hoe kan het dat vooraf niet is nagedacht over het aanbrengen van de mogelijkheid om het restaurant in tweeën te splitsen? Juist omdat er maar één vergaderzaal is. Ook zoiets. Eén vergaderzaal in een multifunctioneel centrum. Wie bedenkt het? Hoe kan het dat je het managementteam en de administratie wilt huisvesten in een ruimte waar slechts plek is voor één bureautje? Zodat je een andere ruimte later weer op moet offeren voor een deugdelijk kantoor. Hoe kan het dat je een ruimte verhuurt aan een muziekgezelschap naast het theater? Waardoor sprake is van geluidsoverlast van de een op de ander. Hoe kan het dat het theater en de horeca zo ver uit elkaar liggen? Kortom, voorzitter, dit zijn cruciale fouten die een efficiënte bedrijfsvoering onmogelijk maken. Zoals het ook een blunder is door te denken dat je de horeca er wel even bij doet. Horeca is een vak en dat moet je laten doen door vakmensen. Punt. Zoals het ook naïef is om te denken dat het pand zichzelf verkoopt. Hier is onvoldoende aandacht voor geweest. Maar voorzitter, er speelt nog iets anders. Iets waar ook niet over nagedacht is. Wanneer je buiten voor het punt staat, een prachtig pand, en je komt binnen, strookt de ambiance van de binnenkant niet met de buitenkant. Er is een gebrek aan sfeer, aan warmte. Het restaurant, en ik maak geen vrienden, oogt als een voetbalkantine. De vergaderzaal is kil en het theater straalt helemaal niets uit. Er is geen beleving. Uitgaan, een avondje uit, moet ook een beleving zijn. Het totaalpakket moet goed zijn en dat is niet zo. Wat ons betreft moet hier dan ook wat aan gebeuren. Voorzitter, ik heb maar 5 minuten spreektijd. We moeten dus naar de toekomst toe. De PVV is van mening dat alle horeca in het punt moet komen te liggen bij een externe partij die de exploitatie gaat doen. Een vakman of een vakvrouw of een stel met veel ervaring in de horeca. Voor eigen rekening. Op basis van een huur die past bij de huidige situatie. Hoe denkt het college hierover? En alle knelpunten die nu een gezonde exploitatie in de weg staan, moeten worden benoemd. En hiervan moet een plan komen hoe deze weg te werken. En dit plan kan wat ons betreft geschreven worden door studenten. Want we hebben het Saxion in de buurt. En die studenten kunnen dat doen, uiteraard met een geschikte studieachtergrond, in samenspraak met onder andere Raymond Pennemors en Marion Lusseveld. Maak hier gebruik van. De ambiance kan hierin ook meegenomen worden en ook kan worden gekeken of partijen meer kunnen gaan betalen. Denk aan organisaties die er kantoor houden. Maar ook de huur van de sportzalen kan omhoog. Kortom, actie. In de raadsbrief van 10 juli wordt gesproken over de Raad van Toezicht. Die moet wat ons betreft bestaan uit mensen met een financiële, juridische en communicatieve achtergrond. Maar de PVV wil ook dat daar iemand in komt te zitten met een commerciële achtergrond, CQ horeca achtergrond. Eventueel de horecaman of vrouw. Tot slot, van de mensen die bij het punt werken kregen wij te horen dat zij rust in de tent willen.
De negatieve aandacht in de media zorgde en zorgt voor veel vragen bij reacties en bij potentiële opdrachtgevers. Waar rook is, is vuur, kunnen mensen denken, en hun feesten, evenementen wellicht elders gaan boeken. Een zeer onwenselijke situatie. En de media-aandacht zorgt ook nog eens voor onzekerheid bij het personeel. We zullen dus met spoed moeten zorgen dat er rust komt op dit dossier. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Dan de heer Kobus. Aan u het woord. Ja, dat kaartje van de voor de insprekers is. Dat ene kaartje wat er ligt. Dus meneer Kobus, gebruik uw eigen kaartje dan. Dat gaat helemaal goed. Kaartje, ja. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, het punt. Wat betreft dit punt was het een hete zomer. We hebben ons de hele zomer vele berichten en vooral verontruste reacties bereikt over het punt. Er werd zelfs geopperd om de raad terug te roepen van vakantie. Wij hebben dit dossier met steeds stijgende verbazing en verontrusting tot ons genomen. Zoals nu uit de berichtgeving naar voren komt, lijkt het erop dat de raad destijds bij het beslissen over de bouw van deze voorziening niet goed is voorgelicht. Dat vinden wij een kwalijke zaak. Het lijkt erop dat er bewust een bepaalde kant is opgestuurd, omdat het punt er nou eenmaal moest komen. Ook de VVD vindt dit gebouw een prachtige voorziening die veel betekent voor Vroomshoop en ook heel Twenteland. Een beslissing om tot zo'n gebouw te komen moet echter wel gebaseerd zijn op juiste gegevens. Als je in het begin al uitgaat van onjuiste gegevens en cijfers, is zo'n project genoemd te mislukken. Door de juiste cijfers als uitgangspunt te nemen, hadden tekorten zoals ze zich nu steeds voordoen en niet telkens opgestapeld en hadden er betere voorwaarden kunnen worden geschapen om de realisatie en vooral exploitatie sluitend te krijgen. Het lijkt erop dat dit hier niet is gebeurd. Wij hebben moeite met de berichtgeving dat een second opinion destijds niet met de raad is gedeeld. Wij willen hier dan ook graag uitleg over hoe deze omissie heeft kunnen gebeuren en of hier opzet in het spel is. In dat geval zouden wij als raad toch eens moeten kijken of dit gevolgen moet hebben. Wij praten hier over een groot financieel dilemma dat voorkomen had kunnen worden. Tevens maken wij ons zorgen over de voortgang van de leiding van het punt. Er zijn tegenstrijdige berichten dat de directeur zowel als de raad van toezicht al of niet zouden zijn opgestapt. Tevens is niet duidelijk of de benoeming van de interimbestuurder al is geëffectueerd. Kunt u hier duidelijkheid over geven? Wat is nu de status van de raad van toezicht? Is die er nog? Wie zit daar dan in? En wie heeft nu de feitelijke leiding op dit moment? Er hebben ons vele meningen en onverkwikkelijke zaken bereikt waar we nog wel een avond mee kunnen vullen. Dat heeft hier nu geen zin en dat gaan we ook niet doen. We moeten schoon schip maken en vooruitkijken naar de toekomst. Hoe krijgen we deze voorziening op een goede manier rendabel en kunnen we die voortzetten? Hoe moeten we nu verder? Wij verwachten op korte termijn een visie van het college hoe we uit deze impasse kunnen komen. Er moet een voorstel komen voor wat ons betreft een nieuwe raad van toezicht en een capabele bestuurder. Tevens moet worden gezocht naar het uitbesteden van het horecagedeelte. Ik ben het volledig eens met wat de heer Smelt van de ChristenUnie daarover zei. Zodat dit op professionele wijze kan worden uitgebaard. Wat ons betreft kan dat ook op zondag. Er dienen zodanige maatregelen te worden getroffen dat het punt zo snel mogelijk rendabel wordt. Daarbij verzoeken wij het college te komen met een juiste status quo van de financiële situatie op papier. Met een onderbouwing hoe dit in de toekomst verder moet en wat daarvoor van de gemeenschap wordt verwacht. Welke financiële consequenties heeft dit voor de gemeente? Wij vinden het punt een goede en mooie voorziening die we graag willen behouden. We moeten echter wel van die onrust af. Een deugdelijke en toekomstbestendige financiële onderbouwing moet die onrust ook voor de medewerkers en andere betrokkenen wegnemen. Dank u wel. Dank u wel. Dan de heer Reusken. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Het nadeel is als je als laatste aan de beurt bent dat dan al heel veel gezegd is, ook al heel veel gevraagd is. En ik zal proberen in mijn bijdrage al die vragen niet te herhalen, dus daarmee ook mijn bijdrage wat korter te maken en me wat op hoofdlijnen te houden. Allereerst om te zeggen, van, ik was op vakantie in Italië en dan hoop je ook wel eens geen bereik te hebben. Maar tegenwoordig is die communicatie zo geweldig en de telefoons zijn zo goed dat je toch niet na kunt laten om af en toe op je telefoon te kijken. En wat ik daar voorbij zag komen als het ging over het punt was toch heel erg veel en ook wel verontrustend. En dan moet ik wel zeggen dat ik het betreur dat de discussies vooral in de pers plaatsvonden en niet in dit huis hebben plaatsgevonden. Ik ben dus ook blij dat we het daar vanavond nu ook over hebben. Terwijl we daar ook toezegging hadden gekregen dat we dat in juni
al zouden doen. Maar goed dat we het vanavond daarover hebben. En in de voorbereiding zat ik te twijfelen van waar ga ik het vanavond over hebben? Gaan we het nou hebben over wat er allemaal gebeurd is in het verleden en hoe het zo heeft kunnen komen? Of gaan we het hebben over de toekomst en hoe zorgen we dat het punt een gezonde organisatie wordt? Waarbij een exploitatie is, waar men ook de komende 3 tot 5 jaar mee uit de voeten kunt. En waarbij we na 5 jaar kunnen zeggen, we kunnen ook wat betreft de ondersteuning wellicht terug, omdat er een goede horeca is. En wat dat betreft sluit ik me bij de punt aan van de heer Smelt van de ChristenUnie. Als het gaat over de punt. Ik kwam gisteravond thuis en dan haalde je je brievenbus leeg. En ik vond daar echt een prachtige folder over de activiteiten die het komend seizoen aangeboden gaan worden in het theater De Punt. Ik denk echt dat het punt absoluut kansen heeft. Niet alleen maar voor Vroomshoop, maar dat het kansen heeft voor heel Twenterand. Want het is niet alleen maar een gebouw van Vroomshoop. Het is een gebouw van heel Twenterand. En dat moeten we denk ik ons ook realiseren. En daarom moeten we ook zorgen dat daar een gezonde financiële situatie gaat ontstaan. Ik gaf net al aan, als het gaat om de horeca, sluiten we ons aan bij de vragen en opmerkingen van de ChristenUnie. Als ik kijk naar het ICS-rapport, daar wordt gesproken over een voorstel waarbij aan wordt gegeven, we zouden de komende jaren €200.000 exploitatie moeten bijdragen. Waarbij in 2020 of 2021, als ik recht heb, vervolgens teruggegaan zou moeten worden naar €150.000. Wij als fractie van de Partij van het GroenLinks hebben daar onze vraagtekens bij. En zouden graag een goed onderbouwd voorstel willen zien. Waarbij ik denk dat we de eerste jaren wellicht eerder meer middelen beschikbaar zullen moeten stellen dan wat nu in dat ICS-rapport staat opgenomen. Dat ten aanzien van de toekomst. Toch nog even over het proces. Nou, daarvan is al aangegeven dat het niet goed is geweest. Daar hebben diverse insprekers ook al het een en ander over gezegd. Wij waren wel verbaasd over de raadsinformatiebrief die wij hebben ontvangen, waarin een nieuw college, net aangetreden, direct al aangeeft dat de Raad van Toezicht zijn afspraken niet is nagekomen. En daar hebben wij ons wel ook verbaasd. En mijn vraag aan het college en aan de wethouder is, hoe is dat mogelijk? Want op het moment dat een nieuw college start, ga je met elkaar het gesprek aan en kijk je waar staan we nou en hoe gaan we met elkaar verder. Zeker met een college dat ook grotendeels met een nieuwe partij is samengesteld. Dan over de memo. Wat dat betreft ben ik benieuwd of deze wel of niet nu aan de Raad is overlegd en of de Raad daar inzicht heeft gehad. En als dat niet zo is, denk ik dat daar ook uitleg over gegeven moet worden. En tot slot, ik heb ook met diverse betrokkenen gesproken. Ik krijg af en toe ook sterk de indruk dat daar, hoe zeg je dat? Af en toe wat apen op de rots hebben gestaan en soms zelf op de borst hebben geklopt van ik heb gelijk en jij hebt geen gelijk. Ik denk dat dat niet kan bij publieke middelen. Ik denk ook niet dat dat kan bij een overheid die lokaal actief is en ook niet bij een organisatie die betaald wordt met publieke middelen. Dus ik zou ook iedereen willen oproepen om te investeren in de relatie en met elkaar te zorgen dat het punt, wat echt een prachtgebouw is en volgens mij veel mogelijkheden biedt, om daar ook iets moois van te maken. En volgens mij zijn die kansen er ook. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan is dit de eerste termijn. Ik kijk naar de portefeuillehouder of die ook nog wil schorsen of dat hij gewoon door wil gaan. Ja, ik kijk u aan. U gaat gewoon door. Nou, dan is het helemaal aan u om te reageren namens het college. Wethouder, aan u het woord. Ja. Ja, voorzitter. Op 12 juni, laat ik eerst zeggen, dank voor uw bijdrage in de eerste termijn aan de raadsleden en ook de heer Visser voor zijn bijdrage bij het inspreken. Op 12 juni ben ik aangetreden als uw wethouder. En dan, wat je gaat doen is, je gaat kijken, wat ligt er? Wat ligt er op de plank? Welke dossiers moeten afgehandeld worden? En eigenlijk al vrij kort, ik denk anderhalve week na mijn aantreden, kreeg ik het dossier van De Punt onder ogen. En daar zaten de nodige zorgen voor wat betreft de financiën. Wat heb ik daarop gedaan? Het was mij bekend dat in het verleden die zorgen meerdere keren zich hadden voorgedaan. Dat uw raad een aantal beslissingen heeft genomen
om te kijken van in de onderhoudskosten en in de rente lasten om daar maatregelen in te treffen, om het punt daarin tegemoet te komen. En eigenlijk een van mijn ambities was om in ieder geval dat niet jaarlijks te gaan doen naar uw raad toe, bij de raad te komen en te zeggen, ja, om die en die reden zijn er weer tekorten ontstaan. Mijn ambitie was om een structurele oplossing te creëren. En mijn ambitie was om inzichtelijk te hebben van wat zijn nu feitelijk, wat is feitelijk de stand van zaken financieel gezien. Ik werd geconfronteerd met met het punt waar op dat moment één lid deel uitmaakte van de Raad van Toezicht en de voormalige voorzitter van de Raad van Toezicht fungeerde als directeur-bestuurder. Ik werd tevens geconfronteerd met het feit dat de toezichthouder van de gemeente zich in mei had teruggetrokken uit de Raad van Toezicht. En daarvoor hadden andere leden van de Raad van Toezicht zich eveneens teruggetrokken. Dat was zorgelijk. Tegelijkertijd kreeg ik een jaarrekening onder ogen vanuit 2017, waarbij een tekort werd geraamd voor 2018 van rond 80.000 euro. En ik meen dat ik bij de behandeling van de jaarrekening voor de vakantie op een vraag van de heer Elzinga ook dat bedrag heb genoemd. Dat zijn de feiten. Daarnaast lag er een rapport van ICS van vorig jaar, waarin een aantal aanbevelingen stonden. Een aantal aanbevelingen die hier ook in de raad aan de orde zijn gekomen. Wat ik heb gedaan is, ik heb vervolgens alle betrokkenen die bij het punt betrokken waren, heb ik uitgenodigd voor een gesprek. Dat waren achtereenvolgens de voormalige directeur-bestuurders, de voormalige leden van de Raad van Toezicht en uiteindelijk ook de Raad van Toezicht zelf, tezamen met de directeur-bestuurder. En om zo een beeld te krijgen van wat is er nu feitelijk aan de hand. Die gesprekken heb ik gekoppeld aan de informatie die lag binnen dit huis. Want uiteraard, en u hebt dat ook gezien aan de hand van de contactmomenten die u zijn toegestuurd, ruim 50 stuks, waarvan overigens het merendeel voor mijn aantreden had plaatsgevonden. En die contacten hadden met name te maken met onduidelijkheden met betrekking tot de financiële boekhouding, de financiële huishouding van dit punt. En over en weer zijn er bij herhaling vanuit dit huis vragen gesteld, verduidelijkingsvragen. Klopt dit wel? Kortom, zodanig dat mij amperlijk hier werd aangegeven, de boekhouding van het punt verandert, nou, dagelijks is misschien te veel gezegd, maar elke keer als wij een vraag stellen, worden er andere aangepaste cijfers aangeleverd. Dat betekende voor mij dat die boekhouding dus feitelijk eigenlijk niet helemaal up-to-date was. En waarbij je, die was eigenlijk ongewis. En in april had de Raad van Toezicht iemand aangetrokken om de financiële huishouding daar wat meer op poten te zetten. En uit informatie die mij heeft bereikt, is daar heel veel werk verzet. En uiteindelijk, nu zo geleidelijk aan, is helder wat ongeveer de stand van zaken is. Terug naar voor mijn vakantie, zeg maar juni, juli. 5 juli heb ik contact gehad met de heer Visser en de mevrouw die op dat moment deel uitmaakte van de Raad van Toezicht. Naar aanleiding daarvan hebben wij gezegd en heeft dit college besloten om in ieder geval de toezichthoudende taak die we als gemeente, we hadden het voorrecht om ook een toezichthouder in de Raad van Toezicht te hebben namens de gemeente. En dat hebben we gedaan. We hebben gebruik gemaakt van die bevoegdheid. Dus we hebben een nieuw lid voorgedragen in de persoon van de heer J. van Hoek om toe te treden tot de Raad van Toezicht. En toen dat uiteindelijk bekend werd gemaakt, besloot zowel het overgebleven lid van de Raad van Toezicht als mede de directeur-bestuurder om terug te treden. In de gesprekken die ik op 5 juli heb gehad met de Raad van Toezicht en met de directeur-bestuurder, heb ik heel nadrukkelijk gevraagd aan de hand van de jaarrekening. In de jaarrekening stond een aantal opmerkingen van de accountant dat het allemaal zorgelijk was. En in elke jaarrekening schrijft een Raad van Toezicht ook een gedeelte hoe zij daar zelf tegen aankijkt.
En daar heb ik, dat was een halve pagina denk ik, één pagina. En ik heb de directeur-bestuurder en de raad van toezicht gevraagd van, ik zie daar niets terug van alle aanbevelingen die de ICS heeft gedaan om de exploitatie te verbeteren. Kunt u mij aangeven wat er dan is gebeurd? Daar zijn geen concrete antwoorden gegeven die ertoe leiden dat er een verbetering zou optreden in die exploitatie. Dat is de reden dat in de raadsbrief die u op 24 juli heeft bereikt, heeft gestaan dat de Raad van Toezicht geen uitvoering heeft gegeven aan de aanbeveling van ICS. Wat hebben wij de heer Van Hoek gevraagd? Wij hebben hem gevraagd om in ieder geval aan de slag te gaan en te kijken of er financieel gezien een duidelijk en betrouwbaar beeld zou kunnen ontstaan. En daartoe hebben wij een extern accountantskantoor gevraagd om dat inzicht te krijgen. Met twee opdrachten eigenlijk. Wat is de huidige stand van zaken? Hoe is de liquiditeit? En als je daarnaar kijkt, wat is dan feitelijk het tekort over 2018? En vervolgens kunt u dan ook een betrouwbare meerjarenbegroting op poten zetten. Die resultaten... Ik wil even stoppen, want er staan twee met een vraag. Als u dat even vasthoudt waar u nu in uw betoog bent, dan geef ik eerst de heer Veldmeijer het woord om een vraag aan de wethouder te stellen. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik hoor de wethouder zeggen dat de Raad van Toezicht geen gehoor heeft gegeven aan de aanbevelingen die in het rapport stonden van ICS. En ik hoor u zeggen, de wethouder, voorzitter, zeggen van dat hij geen antwoord heeft gekregen. Maar dat zijn twee verschillende zaken. Wethouder, aan u het woord. Als op de vraag van wat heeft u gedaan met de aanbeveling van ICS en waartoe heeft dit geleid en het antwoord blijft schuldig, althans blijft steken in vaagheden, dan concludeer ik dat er geen uitvoering aan is gegeven. Aanvullende vraag, meneer Veldmeijer. Ja, nu is het opeens, er zijn wel antwoorden gekomen, maar die waren nu weer vaag. Eerst waren er geen antwoorden gekomen, nu zijn ze vaag. Maar bent u dan geen type die dan de telefoon pakt van luister, maak een afspraak, ik wil nu antwoorden? Wethouder, aan u het woord. Meneer Veldmeijer, ik zat met de directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht aan tafel. En ondanks dat en ondanks de vraagstelling werd mij niet duidelijk gemaakt wat de acties waren en waartoe dit geleid had. Er was geen resultaat. Laatste, dan de heer Kerkdijk. Een laatste vraag. Dank u. Hier neem ik geen genoegen mee. Ik wil nu antwoord van u hebben. Waarom heeft u dat toen niet gevraagd? Waarom nam u genoegen dan met een vage antwoord? Wethouder, aan u het woord. Ja, ik bedoel, ik ben niet de type wat met de vuist op tafel slaat, maar ik bedoel, ik geef een weergave van het gesprek wat wij hebben gehad. En ja, kijk, wij hebben net gehoord dat de verhoudingen enigszins stroef verliepen. Ik heb slechts één gesprek gehad waarin ik duidelijk kritische vragen heb gesteld. En misschien wel te kritisch. Maar ik bedoel, dat is dan misschien iets anders dan met de vuist op tafel stellen. Maar ik ben daar zeer kritisch in gegaan. En ik heb daar antwoorden willen hebben en ik heb willen weten van hoe is het zo kunnen komen. En dat is mij niet duidelijk geworden. Heer Kerkdijk heeft de vraag nu. Heer Kerkdijk, aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, u begon uw betoog, wethouder, met 12 juni in functie getreden. Anderhalve week eens even de dossiers bekeken. Dan zit je eind juni. En toen hebt u één gesprek gehad. En uiteindelijk hebt u beslist, dan die Raad van Toezicht maar weg. Want, en uiteindelijk zegt u nu ook indirect, en die toelichting van de heer Visser liegt. Mag ik thuis een toelichting geven? Wethouder, aan u het woord. Nou, meneer Kerkdijk, mevrouw de voorzitter, het woord liegen heb ik zeker niet in de mond genomen. Dus dat werp ik verre van mij. Ik heb u gezegd dat anderhalve week, 12 juni, tel er anderhalve week bij op, ja, dan komen we zo eind juni, dat ik met alle betrokkenen gesprekken heb gevoerd. En tot slot met de Raad van Toezicht. En mij tevens ambtelijk volledig heb laten informeren. En op basis daarvan heb ik het besluit genomen, althans heeft dit college het besluit genomen, om namens de gemeente wederom een toezichthouder voor te dragen voor de Raad van Toezicht. Niet meer en niet minder dan dat. De conclusies die u daar verder aan verbindt, die zijn voor u. Dank u wel.
Nog een aanvullende vraag van de heer Kerkdijk. Ja, dank u voorzitter. Nou, het komt wel zo op me over, maar daar hebben we het nog een keer over. Maar wat ik mij afvraag is, we hebben hier een college waarvan ik er 100% vanuit ga dat u met volle kwaliteit en volle inzet uw taak uit zult voeren. Maar wat ik hoor, 12 juni is in operationeel. Eind juni het dossier bekeken. Op het moment dat u een brief stuurt op 24 juli, ja, zit er een week voorafgaand nog een collegebesluit daar vooraf, want anders dan kunt u de brief niet sturen. Die besluitvorming doet u in één week tijd. Vindt u dat voldoende kwalitatief verantwoord om zo'n besluit te nemen? Voorzitter, ik wil toch een keer, want ik heb zeggen nu weer over de datum. U zegt weer eind juli. En waarom vind ik dat nu belangrijk? Omdat er tussendoor acties namelijk zijn genomen. Onder andere, nee, maar ik vind het, weer wordt die datum genoemd. Ik vind dat gewoon niet terecht en dat klopt het beeld niet. Nee, ik denk dat is de bedoeling dat we van Kerkdijk een stoerdebat kunnen voeren. Wacht even. Dan doe ik dat ook. Stop even. Nee, wacht even. Ik denk dat de heer Kerkdijk zei eind juni. Dat zei hij. En volgens, dat was die anderhalve week na 12 juni. Dat werd door de heer Kerkdijk gezegd. Dus laten we even die data eventjes heel helder, heb ik al aan het begin gezegd. De data zijn de brief en ook de wethouder geeft aan. 5 juli heeft hij overleg gehad met een aantal mensen. Heeft u nog een aanvullende vraag, meneer Kerkdijk? Dan geef ik u nu het woord. Maar probeer even die data te omzeilen, want anders dan gaat het daarover en het gaat over de inhoud. Meneer Kerkdijk, aan u. Voorzitter, ik zal de data niet meer noemen. Beseft de wethouder dat hij te doen heeft met vrijwilligers die naar volle eer en geweten in hun functie zitten? En beseft u dat, dan vat ik het weer samen in mijn eigen woorden, dat u door zo'n aanpak het wel eens ook zou kunnen zijn dat deze mensen zich geschoffeerd voelen? Kunt u zich er iets bij voorstellen? De heer wethouder, aan u het woord. Meneer Kerkdijk, als u de raadsbrief van 24 juli heeft gezien, zijn wij begonnen met de zinsnede dat wij grote waardering hebben voor de inzet van medewerkers, vrijwilligers. Dat is inclusief de vrijwilligers die deel hebben uitgemaakt van de Raad van Toezicht. Zij hebben daar veel vrije tijd in geslopen. Dat verdient alleen waardering. Dat gezegd hebbende, als u zegt dat ik daar heel snel overheen stap, enerzijds wordt hier in dit huis gezegd van u moet met de vuist op tafel slaan en u moet actie ondernemen. En daar waar je dat dan doet, zegt u eigenlijk van, u hebt toch iets langer moeten wachten, iets meer wel overwogenheid moeten betrachten, want u gaat nu wel als een olifant in de porseleinkast tekeer. Een laatste vraag aan de wethouder. Meneer Kerkdijk, aan u het woord. Laatste opmerking. Ik ga ervan uit dat u uw werk op kwalitatief verantwoorde wijze doet. En in dit dossier moet ik zeggen dat ik daar grote vraagtekens bij heb. Dan de heer Reusken aan u het woord om een vraag aan de wethouder te stellen. En ik denk dat het verstandig is om geen kwalificaties naar elkaar toe te gebruiken. Dat is niet gepast. Heer Reusken, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik heb de wethouder gehoord. Ook wat betreft de inhoud van de raadsinformatiebrieven, waarin de wethouder terecht zegt dat er vanuit de gemeente er een toezichthouder vanuit de gemeente wordt aangesteld. Op basis daarvan heeft de Raad van Toezicht gezegd, wij hebben het gevoel dat er geen vertrouwen in ons is en wij geven de opdracht terug. Vervolgens is door diezelfde voormalige Raad van Toezichthouders een memo aan ons gestuurd of een brief gestuurd waarbij zij aangeven wat ze allemaal wel gedaan hebben. Daar heb ik twee vragen over. Is dat ook wat met u gedeeld is in de gesprekken? En zo ja, klopt het dat u dat als onvoldoende beoordeelt? Wethouder, aan u het woord. Nee, de memo als zodanig is niet met mij besproken. Ik denk dat, kijk, de opmerking bijvoorbeeld van we hebben contact gehad met de brede school, ja, dat heeft niet tot het resultaat geleid. Het was meer in die zin. En niet zo expliciet zoals het later in de bijlagen die de voormalige directeur bestuurde en lid raad van toezicht heeft gestuurd. En nog een laatste aanvullende vraag aan u het woord, de heer Reuske. Dank u wel, voorzitter. Toen ik die memo las van de voormalig bestuurder en raad van toezicht, was mijn conclusie. Maar ik begrijp dus, nee, laat ik het anders zeggen. Ik begrijp dus, en ik wil even checken of dat klopt, dat de informatie die nadat de raad van toezicht heeft zich teruggetrokken, dat de informatie die met ons gedeeld is, niet met u in het gesprek is gedeeld. Want ik vond hem vrij concreet. Wethouder, aan u het woord voor een reactie. Nee, niet in de volle breedte. Deels, maar niet in de volle breedte. Dan heeft de heer, ja, ik ga eerst de vraag zelfs me even bij langs en dan kunt u uw betoog
vervolgen naar de twee punten van de accountant. Ik probeer het ook even vast te houden. Heer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, u weet, ik hou ook van een scherp debat. Ik zoek graag de grenzen op. Maar ik vond de opmerking van CDA naar de wethouder vond ik niet gepast. Omdat dit dossier al vrij lang speelt. En meneer Koster zou superman zijn wanneer hij dit dossier nu weet op te lossen in 2 maanden tijd. Of 3 maanden tijd. Dus dat punt wil ik even mijn maken. Opmerking, vandaar mijn opmerking op. Dank u wel. Dan de heer Jonker. Ik zou bijna de namen vergeten. Meneer Jonker, aan u het woord. Excuus. Dank u wel. We hebben het ook over de raadsbrief. Zou de wethouder ook willen ingaan, maar daar hoor ik hem nu nog niet over. Hij begint op 12 juni over de informatie die de raad niet heeft gekregen over die memo van december 2012. Waarom is die niet alsnog aan de raad toegezonden? Goed, de wethouder vervolgt eerst een betoog en dan zal hij ook zeker op de memo terugkomen. Wethouder, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik was gebleven, dacht ik, bij de opdracht die de externe accountant gegeven is. Maak inzichtelijk van wat is nou de huidige liquiditeit binnen het punt. Geef een betrouwbaar overzicht daarvan. En kijk ook naar een structurele oplossing, dus een meerjarenbegroting. En mij is verzekerd dat die rapportage rond 1 oktober geleverd zal worden. Op dit moment zijn er wel indicaties, maar nogmaals, de waarheidsgetrouwe cijfers komen na 1 oktober. Om u even een indicatie te geven, de huidige liquiditeit geeft over 2018 een probleem van ruim een ton. Als ik het heb over totaal tekort over 2018, zal dat rond de 2 ton belopen. Wat dat betekent voor de toekomst van het punt en wat dat betekent voor een structurele oplossing, dat is de vraag. Laat helder zijn, wij als gemeente financieren het punt, maar de stichting is zelf bevoegd om haar beslissingen te nemen. En in de Raad van Toezicht hebben wij dan 1 toezichthouder namens de gemeente, die op dit moment in de persoon van Jaap van Oel. Wij hebben hem natuurlijk gevraagd van zorg dat er zo snel mogelijk weer een kwalitatief goede Raad van Toezicht komt. En ik kan u mededelen dat op dit moment de stand van zaken is, en dan moet ik even mijn bril erbij pakken. De Raad van Toezicht dient te bestaan uit 5 personen. Op dit moment zijn er, er kunnen er 4 van, ja nee, 3 kunnen er benoemd worden. 3 mensen hebben zich bereid verklaard om zitting te nemen. Dat is in ieder geval iemand die op het gebied van financiën de nodige know-how heeft. Een 2e persoon is kwalitatief op het gebied van horeca en facilitair expert, zou we wel mogen zeggen. En daarnaast is er iemand die op het gebied van PR en marketing zijn sporen verdiend heeft. Dus dat is op dit moment de stand van zaken voor wat betreft de Raad van Toezicht. Ik heb het gehad over die cijfers. De verpachting van de horeca, zoals ik al zei, er is 1 lid in de Raad van Horeca die specialist is op het gebied van horeca en facilitair. Op dit moment vinden er gesprekken plaats, in ieder geval met 1 partij, waarvan ik de naam niet ga noemen, en ik weet dat er ook nog andere partijen zijn die ook geïnteresseerd zijn. Dat is een zaak die de Raad van Toezicht uiteindelijk verder zal moeten voorbereiden. Daarnaast is het zo dat met betrekking tot de staat van het gebouw, daar waren er toch wat opmerkingen over, met name de kwaliteit van het dak. Daar zijn ook stappen in ondernomen. Dat is allemaal in de vakantieperiode gebeurd. Hè? Dus op dat moment was de heer Van Hoek nog niet eens formeel aangewezen, omdat de Raad van Toezicht was teruggetreden, kon hij niet ingeschreven worden. Dat hebben wij statutair op 4 september binnen het college hebben daartoe een besluit genomen. Dus dat is allemaal geregeld. En de heer Van Hoek kan de overige kandidaat leden van de Raad van Toezicht benoemen. Daarnaast, de staat van het gebouw, daar was ik gebleven, die was ook in slechte staat. Dus daar zijn opdrachten verstrekt om te kijken van hoe zit dat met garantiestellingen en dergelijke. En dat heeft alles te maken met de plaatsing van zonnepanelen die daar op dat dak geplaatst zouden moeten worden. Daarnaast is er inmiddels een opdracht verstrekt
zijn drie partijen uitgenodigd, accountants, om in de toekomst de financiële verslaglegging, de jaarrekeningen op te maken en de controle met name ook te doen. Dat is het stand van zaken. Als ik terugga, en nu vraagt u iets van mij om iets te zeggen over het verleden en wel over 5 jaar geleden. De second opinion die werd meegestuurd, ik heb 2 keer de term gehoord als een donderslag bij helder hemel. Nou, ik kan u verzekeren dat dat bij mij ook het geval was. En vervolgens heb ik in dit huis gevraagd van hoe zit dat, hoe kan dat? En de vragen die GPT daarover heeft gesteld, die hebben wij ook beantwoord. En het is niet meer en niet minder dan dat. Dan dat in het raadsbesluit, in het raadsvoorstel wat u is in 2013 heeft doen besluiten om over te gaan tot de realisering van het punt. Daarin staat inderdaad een aantal keren benoemd dat er een second opinion was. Die second opinion is uitgebracht door ICS. En die second opinion die is door de desbetreffende ambtenaar ter hand gesteld van het toenmalige projectmanagementbureau en de toenmalige verantwoordelijke portefeuillehouder. Wat er vervolgens mee is gedaan en waarom dat het niet uit uw raad heeft bereikt, ik kan u daar geen antwoord op geven. Ik kan u alleen zeggen dat in voorkomende gevallen zou ik het u wel hebben doen toekomen. Maar ja, daar heeft u niets aan, want het verleden veranderen wij niet. Maar ik heb gevraagd, wat is er dan exact gebeurd met die bevindingen in de second opinion? En daarvan is mij aangereikt, er zat toen destijds het voorstel 130.000 zou erbij moeten. Er zaten een aantal opmerkingen binnen die second opinion die op dat moment al totaal niet meer te wijzigen waren, omdat het hele de tekeningen enzovoort allemaal reeds gereed waren. De positie van de horeca ten opzichte van de bibliotheek enzovoort, dat was allemaal al ingekaderd. Binnen de overblijvende mogelijkheden en adviezen die in die second opinion stonden, heeft kennelijk het toenmalig ik zit even te twijfelen welke woorden ik kies, is besloten om die bevindingen in het raadsbesluit te verwerken wat u is aangereikt ter besluitvorming. Dat is wat ik daarover kan zeggen. Meneer Smelt heeft een vraag aan u. Tenminste, meneer Smelt staat daar, dus ik denk het wel. Meneer Smelt, heeft u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb er even over nagedacht vanwege de opmerking die de wethouder maakt toen hij zei, de staat van het dak is in slechte staat. En het duurde even, neemt u mij niet kwalijk, het duurde even dat het tot mij doordrong, omdat u een combinatie maakte met de mogelijke plaatsing van zonnepanelen. Bedoelde u te zeggen dat de huidige constructie van het dak niet zwaar genoeg is om de zonnepanelen te dragen? Of bedoelt u ons te waarschuwen dat de staat van het dak niet volgens bestek voldoende is uitgevoerd, dat we nu al geld moeten reserveren om het dak te reserveren of te repareren? Geld reserveren om het dak te repareren. Kunt u mij eens uitleggen wat u exact bedoelt? Wethouder, aan u het woord. De constructie van het dak is op dit moment niet voldoende om, voor de plaatsing van zonnepanelen. En daar vindt een onderzoek naar plaats. De heer Smelt, nog een vraag aan u, wethouder. Ja, voorzitter. En u kunt me niet kwalijk nemen, het is een klein beetje het verlengde natuurlijk van ons vak. Als u kijkt naar wat het bestek vroeg voor de constructie van het dak waarop het gebouw gebouwd is, heeft dan de aannemer datgene geleverd wat wij of wat gevraagd is? Zou u toch eens na willen gaan of de constructie is uitgevoerd en misschien mogelijk te licht, waar de verantwoordelijkheid ligt? Want het kan in mijn beleving niet zo zijn dat daarmee de kosten opgehoogd worden. Misschien wilt u die toezegging doen. Ik kijk even naar de wethouder of hij daar antwoord op kan geven nu. En anders dan die vraag is al hoor ik u zeggen van, krijg ik ook een toezegging. Dus wethouder, ik kijk even u aan. Het is een toezegging. Ik geef aan dat die vraag al is uitgezegd.
Dat begreep ik ook al, dus u zult er antwoord op krijgen. Die toezegging doet de wethouder ook via de voorzitter. De heer Reusken, aan u het woord om een vraag te stellen aan de wethouder. Dank u wel, voorzitter. De wethouder ging net al in op de memo destijds bij het raadsvoorstel wat hier besproken is en waar hier in deze raad een besluit overgenomen is. En hij geeft aan met de kennis van nu, zou ik achteraf die memo of die informatie wel toegevoegd hebben. Maar, en dan gaat hij vervolgens verder met zijn betoog, maar wat ik toch wel belangrijk vind hier om te constateren, om ons werk als raad goed te kunnen doen, dienen wij goed geïnformeerd te worden en alle stukken en informatie ter hand te kunnen gesteld worden en ook moeten krijgen. En dat betekent ook dat in dit huis, en daar zou ik graag aandacht voor u willen vragen, en om dat in de toekomst te voorkomen, dat daar waar stukken ambtelijk worden behandeld, besproken en worden voorgelegd, dat daar dan ook wordt gekeken van hoe kunnen we ook zorgen dat de raad uiteindelijk een besluit kan nemen met de kennis van nu. En de heer Elsinga heeft dat ook gedaan via de GBT met de vragen. Staan daar wel een aantal zaken in die we op dat moment hadden moeten weten. Dus ik zou ook graag willen vragen dat u dat ook terugkoppelt naar uw ambtelijke organisatie. En dat in de toekomst echt gaat voorkomen. Want dat vind ik wel een heel erg belangrijk punt waar we dat moeten markeren. Graag uw reactie daarop. Wethouder, aan u het woord. Ja, u trekt de conclusie dat dit ligt bij de ambtelijke organisatie. Maar... De heer Reusken, wil u even uw microfoon uitdoen? Ja, sorry. Ja, wethouder. U trekt de conclusie dat de oorzaak ligt bij de ambtelijke organisatie. Maar ik geef in overweging dat de oorzaak ook elders zou kunnen liggen. En ik bedoel, er worden hier keuzes gemaakt over wat u als raad ten beschikking wordt gesteld. En ik zeg u, vanuit dit college mag u verwachten dat alle relevante stukken die betrekking hebben op besluitvorming in deze raad, dat u die ter beschikking worden gesteld. Dat zeg ik u. Ja, de heer Reusken, aan u het woord. Ik zeg... Uw microfoon moet zetten. Ja, ik ben kwaad. Ik heb niet gezegd dat ik een conclusie trek dat de oorzaak ligt bij de ambtelijke organisatie. Uiteindelijk is de wethouder en het college verantwoordelijk over de manier waarop de raad wordt geïnformeerd. En in die zin betekent dat daar ook de verantwoordelijkheid ligt. Maar er zal ook politieke sensitiviteit in de organisatie moeten zijn om te weten wat er wordt gedeeld met het college en vervolgens vanuit het college en de raad wordt voorgelegd. Dank u wel. Wethouder, aan u het woord. Ik moet zeggen dat in de korte periode dat ik hier werk, die politieke sensitiviteit bij de ambtenaren zeker heb gezien. En voor alle duidelijkheid, het college is verantwoordelijk. De heer Veldmeijer, u heeft ook een vraag aan de wethouder. Aan u het woord. Voorzitter, ik zou aan de wethouder volgende willen vragen. Op de vragen van GBT over die, ik zou haast zeggen VVD-memo, maar dat is niet zo, over de memo. Wordt als antwoord gegeven dat in het raadsvoorstel, opgesteld door het projectmanagementbureau van 12 maart 2013, meerdere keren specifiek gewezen wordt op de second opinion van ICS. En dat de opmerkingen daaruit zijn verwerkt in het raadsvoorstel. En het raadsvoorstel gaat toch naar de raad, neem ik aan. En die second opinion was aanleiding om die bijdrage van het punt te verhogen van 90.000 naar 201.000. Ik neem aan dat dat met toestemming van de raad is geweest. Dan is toch die second opinion besproken. Dat kan toch haast niet anders. Of heeft de gemeenteraad verzuimd om daarover dieper door te vragen? Wethouder, aan u het woord. Even uit mijn hoofd. Die 90.000, laten we die gelijk vergeten. Er was toen de discussie over 130 richting 2 ton. Ik praat dus nu ook even in het verleden. Hè, want net als u maakte ik destijds ook geen deel uit van de raad. Dus ik moet ook even teruggaan in het verre verleden. Ik lees in het raadsvoorstel dat er een second opinion is. Mij is amperlijk aangereikt, nadat ik kennis heb genomen van deze second opinion, dat de bevindingen uit de second opinion, voor zover ze op dat moment, dus bij de voorbereiding van het raadsvoorstel, nog relevantie hadden. Dus ik bedoel, als je praat van, ja, de horeca moet op een andere plek dan de bibliotheek, maar de tekeningen zijn allemaal al klaar, dan is dat niet meer te repareren. Maar de elementen die op dat moment kennelijk toch nog te repareren waren, die zijn verwerkt in het raadsbesluit. En als u mij nu vraagt van wat waren dat dan, dan moet ik dat nog even uitzoeken, maar ik bedoel, het is zoals het is. Oké, dank u wel.
Dan vraag ik u om uw betoog. Oh, u had, sorry meneer, ik dacht dat u uw spullen wilde oppakken om weg te gaan. En u heeft nog een aanvullende vraag voor de wethouder. Aan u het woord. Ik denk we doen het in 2 avonden, dus dan hebben we mooi de tijd. Maar dat betekent dus dat ook met de raad gedeeltelijk verwezen is naar die memo van 2012. En dan had toch iemand uit de gemeenteraad daarop door kunnen vragen. Is dat... Dat is niet gebeurd. Deelt u die mening? Ik ga nu even terug. Ik pak hem op als uw voorzitter. Ik denk dat het niet terecht is dat een wethouder vragen beantwoordt over een raad van 2012. Dat kunnen de mensen die er toen bij waren zichzelf een spiegel voor houden. Maar ik vind niet dat we hier suggesties gaan doen van wat als, et cetera. Dus wethouder, dat wil ik eerst even als uw voorzitter van uw raad benoemen. En dan is het aan u om daar nog iets op te zeggen. Wat u zegt van, ik neem kennis van die vraag en ik ga verder met mijn betoog. Ja, nou, ik ben denk ik aan het eind van mijn betoog gekomen. Ik heb overigens wel een heel pakket aan vragen. Maar volgens mij heb ik in de grote lijn, denk ik, de meeste vragen wel beantwoord. En heb ik ook aangegeven wat de vervolgstappen zijn. Nogmaals, ik wacht nu af wat de bevindingen zijn van het extern accountantskantoor. En zodra ik die heb, en dat zal zijn rond 1 oktober, dan moeten we dat nog even bestuderen uiteraard. En dan komt er een raadvoorstel naar u toe, waarin we wat mij betreft, voor wat betreft het punt, finaal gaan regelen. Oké, ik zet eventjes de raad, want dit krijgt natuurlijk een vervolg, zoals ook de wethouder aangaf. Hè. We zijn niet na het debat van vanavond dat we er een punt achter zetten. Nee, er komt een vervolg. Maar ik ga nog wel even de raad rondkijken, de verschillende sprekers. Of er nog een vraag is waarvan u zegt van deze wethouder is in algemeen niet op ingegaan. En ik vind hem wel van belang dat er een antwoord op komt. Anders dan komt het in de tweede termijn. En ik wil even kijken of een tweede termijn nog nodig is. Dus ik kijk even rond of meneer Elsegaard nog een vraag heeft waarvan hij zegt van nou, die moet ik, en anders ga ik straks met mijn tweede termijn beginnen. Dat is prima, maar even voor de vragen. Of u zegt van ik heb nog een vraag die specifiek nog beantwoord moet worden. Ja, dat zijn de... Ik zie u niet. Nee, maar wel een tweede termijn, ja. Ik kijk ook eventjes naar mijn rechterkant. Wel gewoon een tweede termijn, maar niet specifiek nog vragen. Oké, okay, we weten dat dit voortgezet wordt, hè, natuurlijk, wanneer ook het accountant verslag er is. De heer Elzega, ik geef een tweede termijn, waarvan ik uiteraard, we hebben daar de afspraak van, dat er geen tijdslimieten zijn. Maar ik vraag u, we willen toch proberen om voor 11 uur klaar te zijn. En ook al hebben we 2 avonden, meneer Veldmeijer, dat was een vooruitziende blik toch wel van de agendacommissie, dat die nodig zijn om alle ruimte aan een debat en insprekers te geven. De heer Elzega, aan u het woord. Ja, dank u voorzitter. Om met het laatste dan maar te beginnen, de vraag van de heer Veldmeijer, maar ik had het ook al in de bijdrage gezegd. En we hebben het van meerdere partijen gehoord. Nee, we kennen die second opinion niet en dan kun je hem ook niet bespreken. Er zijn wel interne vragen gesteld, kritische vragen daarvoor. We doen niet altijd schriftelijke vragen dat dan naar de pers gaat, maar je kunt ook gewoon interne vragen stellen en dan krijg je nog sneller antwoord binnen een paar dagen. Over van hoe is dat bedrag nu samengesteld? En daar kreeg je gewoon geen antwoord op, geen duidelijkheid op. Dus op een gegeven moment kun je wel tot een eeuwigheid doorgaan. Maar op een gegeven moment komt er een raadsvoorstel en dan wordt die second opinion genoemd. En dan moet je er vanuit gaan, en dat heb ik al vaker gezegd, en ik hoop dat we er 4 jaar ook weer gewoon vanuit kunnen gaan, dat die informatie klopt. Over het algemeen klopt altijd de informatie die hier in de raad, door welke college dan ook, wordt gegeven, klopt. En soms is het wel eens net even, hoor je wat, en is het net niet verwerkt. Dat heb je met een raadsvoorstel, die wordt vaak ook 2-3 weken van tevoren gemaakt. Dat is nu helemaal zo. Maar gaat u maar van mij aan dat wij het allemaal niet wisten. U moet zo zien, en dat hebt u misschien wel teruggekeken, we hebben heel veel bijlagen gekregen over het verleden. Er is zelfs niet eens een besluit aan de raad voorgelegd, maar er werden 7 opties voorgelegd. En de raad moest uiteindelijk met een amendement een besluit nemen. Dat is eigenlijk hoe het gebeurd is. Dat is even een stukje geschiedenis, maar daar wil ik niet te veel over hebben. Want de geschiedenis die is eigenlijk al op diverse manieren zojuist voorbij gekomen. En het enige wat ik nog steeds bij achterblijf, voorzitter, maar ik ga er geen vragen meer over stellen. Als je in december die second opinion hebt, en dan wil ik de heer Veldmeijer nog wel meegeven. Ik begrijp niet als je pas dan halverwege het jaar gaat bouwen daarop, dat je in tussentijd geen tekening kunt wijzigen en dat bestek erop aangepast. Want dat gaat er bij mij dan niet in, maar dat had volgens mij gewoon wel gekund.
Dan begint de boom maar 2 maanden later. Maar ik ben geen bouwtechnicus, dus misschien zeg ik wel iets geks. Maar het lijkt mij niet zo moeilijk om een tekening te wijzigen. Ik hoorde net de heer Rusken even zeggen, liever even te veel als te weinig. Over de bijdrage, de eerste jaar. Wij staan er ook wel eens een beetje zo in. Want we hebben nog heel veel dingen, weten we niet. We horen nu ook van het college, van de wethouder, dat er nog veel moet uit worden gezocht. Maar we zitten al bijna in oktober. En er komt een begroting eerdaags aan. Dus wij zouden dan wensen om eerst maar eens eenmalig een bedrag op te nemen. En dan kijken, echt nu op de tijd nemen dat het meteen goed staat. Nou, ik vind het goed om te horen dat er dus toch kansen liggen op de horeca. We laten hopen dat het heel erg goed gaat aflopen. Neem daar de tijd voor. En dat je dan ergens in de raad hier misschien met de kadernota een voorstel komt van, en dit gaan we structureel doen. Maar we willen wel, net als de wethouder, een structurele oplossing. Wij willen gewoon van het gezeur, van het gedram eigenlijk af, in de media, hier in de zaal. Daar moet op een gegeven moment een punt achter gezet worden. En dat past heel mooi hier bij het punt. We moeten verder. En dit is absoluut niet leuk, ook voor de mensen daar. Het werkt heel erg demotiverend. Mensen die elke keer weer komen vragen, gaat het nog wel door? En 10 keer hetzelfde verhaal vertellen, het is waardeloos. Dus daar moeten we gewoon van af. En daarom staan we ook achter een structurele oplossing, maar wel op een goede manier. En nu maar iets meer de tijd nemen. Eenmalig geld voor volgend jaar in de begroting. We zullen toch wat moeten doen. En daarna echt met het nieuwe RVT. En ik ben er echt blij om te horen. Dat er al 2 of 3 kandidaten zijn. Ook nog in het vakgebied van horeca. Nou, dat is helemaal mooi. Nu nog iemand iets met juridische kennis. Dan zijn we nog weer een stuk verder. Dat zou ook nog mooi zijn. Ik ben benieuwd hoe dat verder afloopt. Maar het geeft wel hoop dat er in de tussentijd echt wel het een en ander is gebeurd. En ook gesprekken zijn gevoerd. Niettemin wil ik wel de oude RVT-leden die er allemaal in hebben gezeten. En ook de directie. Wel bedanken voor hun inzet. Want uiteindelijk, je springt wel in het diepe. En ik snap wel dat je de cijfers die je van een gemeente krijgt, dat je daarop moet vertrouwen. Maar toen de vraag van de heer Veldmeijer kwam van, als het uw eigen bedrijf was, wat had u dan gedaan? Toen werd er wel gezegd, ja, dat ik even het accode nog een keer naar laten kijken. Eigenlijk moet je natuurlijk wel dit soort behandelen alsof het je eigen geld is. Dus misschien was het beter geweest om dat toch eens een keer te doen. Maar ook dit is achteraf gepraat. Want uiteindelijk lagen er documenten onder waarvan je er vanuit mocht gaan, als bestuur van het punt, dat het moest kunnen lukken. Nou, nu achteraf, ja, lukt het niet. En ik denk ook nu, want uiteindelijk hebben wij wel als raad allemaal besloten, voormalige raden, dus je moet nu ook op een gegeven moment hom of kuit geven en zeggen, zo gaan we nu doen. Jammer dat nog niet alle antwoorden zijn gegeven, soms is het ook moeilijk, en dat begrijp ik ook, sommige dingen zijn we ook nog mee bezig. Ik denk wel, wat het pluspunt van vanavond is, om toch positief af te sluiten, dat iedereen, elke partij, het erover eens is dat het punt heel belangrijk is. En dat de medewerkers en vrijwilligers een topprestatie leveren. Want we hebben ook in het accountantsrapport gezien, vorig jaar, dat eigenlijk zouden ze daar 6 FTE moeten hebben. Maar er zijn er maar 4. Dus iedereen, die zal overuren maken, dat kan niet anders, onbetaald. Dus eigenlijk zijn die medewerkers bijna ook nog allemaal vrijwilligers. Dus daar mag best wel eens de handen voor elkaar gedaan worden. Dus wat dat betreft alleen maar waardering voor die inzet van die vrijwilligers. En inderdaad, dat is ook het bestuur, want het bestuur is onbezoldigd. Voorzitter, tot zover mijn bijdrage namens Gemeente Belangen Twente dan. Ja, dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Kerkdijk. De heer Kerkdijk, aan u het woord. Namens het CDA. Ja. Dank u wel, voorzitter. Nou, allereerst namens mijn fractie dank aan de wethouder voor de beantwoording. Inderdaad, het was redelijk hoog overvliegend, maar ik heb haast alles af kunnen vinken. De enige vraag die nog open blijft staan is wanneer we de jaarrekening van 2017 tegemoet kunnen zien. Want ik denk dat het niet nodig is dat te laten wachten totdat de definitieve bijstelling van de business case ligt. Maar ik stop maar even. Voor alle duidelijkheid, wij zijn ook voor een structurele oplossing. Mocht het zo zijn dat die twijfel nog zou bestaan, nee. En het moet nu geregeld worden. En ook zodanig dat we niet over een jaar of over 5 jaar weer met dezelfde problematiek geconfronteerd worden. Misschien pas bij die oplossing ook, en dat is een aanvullende vraag, ik neem toch even de brutaliteit dat te doen, om eens na te gaan denken om de stichting een eigen vermogen mee te geven. Want nu is het zo dat dat eigen vermogen, dat is er niet. Ja, dat staat soms op de balans. 30.000, 40.000 euro en dan is het weer weg. Maar ik denk dat zo'n raad van toezicht, zo'n stichting, het best kan opereren wanneer ze ook zelf wat eigen middelen hebben. Dus neem dat eens mee. Misschien zit er wat in de grondexploitatie, dat zou kunnen. De
accountants aanbesteding, prima zaak. Wel bijzonder dat 3 jaar na de start nog steeds financiële onduidelijkheden gelden. En ik denk ook dat we 2 keer een jaarrekening hebben gezien met een samenstellingsverklaring van een accountant. Dus dat roept wel wat twijfel op het is wat is. Prima dat nu gewerkt wordt aan de verdere invulling van de Raad van Toezicht. En wat de wethouder daarover toelicht, is alleen maar goed. Goede verdeling. En inderdaad, eens met de opmerking dat ook de juridische kant dan verder nog aanvulling behoeft. De horeca losplaatsen van, ja, als dat de wens, de visie is van de nieuwe Raad van Toezicht, inderdaad prima. Maar doe dan niet A zonder B mee te nemen. Dat heb ik zo even ook geprobeerd in de interrupties duidelijk te maken. En voor de rest, ja, moet ik zeggen dat we inderdaad, dat ben ik eens met collega Elzinga, dat we er toch goed doorheen gekomen zijn. Een duidelijk helder standpunt wat raadsbreed gedragen wordt, dus dat is alleen maar prima. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, dan de heer Smelt. Aan u het woord. Voorzitter, dank u wel. Compliment aan het college voor de beantwoording, maar ook in de wijze waarop ze dat in grote lijnen heeft teruggehaald vanuit het verleden om duidelijk te maken hoe de zaken ervoor liggen. We hebben teruggekeken in ons debat en onze bijdrage op een aantal punten. En we hebben het college heel bewust aangegeven, kaderstellend, waar wij denken als fractie, waar hij of zij mee aan de slag moet. En daar heeft u antwoord op gegeven. We hebben nu een aantal vragen gesteld die u niet kunt beantwoorden. We zijn akkoord dat die later komen. Dat is op zich geen probleem. We zijn dankbaar dat u ook in uw voortvarendheid een aantal goede zaken heeft gedaan rondom de vorming van het nieuwe Raad van Toezicht. Dat daar voortvarend mee gewerkt is, want dat is nodig om de bedrijfsvoering ook goed te kunnen voortzetten. Dus in die zin oogst u lof van ons. Maar we willen wel met u afspreken dat de tijd die u daarvan heeft, dat die goed benut wordt. En ik ben het eens met collega Elzinga die aangeeft, het moet nu goed gebeuren. En daar bent u van overtuigd volgens mij. In uw bijdrage heeft u het ook aangegeven. Het kan niet zo zijn dat we jaar in jaar uit weer reparatiewerkzaamheden moeten doen. Dat is voor iedereen vervelend. En het meest vervelend is dat voor de mensen van het punt en de medewerkers zelf. Dus ons pleidooi in onze tweede termijn is graag de tijd nemen om een goed voorstel aan de raad te doen. Goed doorbrocht, waarin de ins en outs goed in elkaar zitten. En dan zullen wij die beoordelen op hetgene wat u ons voorlegt. Compliment voor de wijze waarop u voortvarend te werk bent gegaan. En ik wens het college succes met de voorbereiding. Dank u wel. Dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Jonker. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Wethouder, bedankt voor de beantwoording. We hebben er alle vertrouwen in dat u slagvaardig gaat worden op dit dossier. Dat bent u wel, volgens mij. Ik toch wel een gevoel van, ja, een beetje een teleurstelling, want er is al zoveel onderzoek gedaan. En ik ben bang dat ook de accountants, en dus het komt weer met heel veel cijfertjes. En dat moet ook goed op een rij, nog een keer, want we zitten met een wisseling van de wacht. En dat begrijp ik ook, dat maakt het nog wat meer complex. Dus die kans moeten we ook geven, maar dat u ook de raad een voorstel geeft, wat meer politiek gekleurd, want de kernvraag blijft van hoeveel geld willen wij uiteindelijk aan het punt meegeven elk jaar. En wat ook heel duidelijk is aangegeven, ook al in de ICS, dat er gewoon activiteiten plaatsvinden die gewoon per definitie geld kosten. En ik denk ook dat het goed zou zijn om daar de raad een voorstel in te doen van wat kost het nu, wat is er nu allemaal gepasseerd. En wat gaan we daar in de toekomst aan doen? En dan is ook de keuze aan de raad klip en klaar wat we daar uiteindelijk mee gaan doen. Zodat ook het punt ook in rustig vaarwater komt. Dank u wel. Dank u wel. Dan de heer Veldmeijer. Aan u het woord. Tot nu toe is er 1 vraag aan de wethouder nog gesteld over de jaarrekening. Dat is de enige vraag. Ik hou me even vast, want anders dan kom ik helemaal niet aan het eind van alle agendapunten deze avond. De heer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik wil positief beginnen. Voorzitter, ik ben op de bonnen vorige keer bij het punt zo binnengevallen. En ik heb gevraagd van, kan ik een rondleiding krijgen? Want dan kom je echt in alle ruimtes. En toen viel mij op dat degene die mij een rondleiding geeft, ontzettend enthousiast vertelde over het punt. De mevrouw die mij in eerste instantie opving, een soort receptie, kwam ook heel positief over. Zag me binnenkomen, ving me direct op. En achter de bar stond op dat moment ook iemand die heel enthousiast zijn werk aan het doen was. Dus het is niet alleen kommer en kwel. Maar als je kijkt naar wat er fout is gegaan. De begroting was niet goed. De begroting is niet eens nagerekend. Inderdaad, subsidie maakt lui. Blijkt dan maar weer. De boekhouding was een puinhoop.
Men was te veel bezig met operationele zaken. Verkeerde inrichting van het gebouw. Er was geen horeca-ervaring aanwezig. Te weinig mensen op de werkvloer. Dus ja, wat is er dan wel goed gegaan? Het personeel wat aangenomen is. En wat ons betreft, voorzitter, voordat wij een handtekening zetten onder een raadsvoorstel, een motie of wat dan ook met onze handtekening, dat er weer geld bij moet, willen wij gewoon eerst dat er wat gedaan wordt aan de horeca, dat die huur van de sportzaal omhoog gaan, dat de huurprijzen van die organisaties, die daar wat ons betreft goedkoop zitten, omhoog gaan, dat de kosten van het groot onderhoud ook gedeeld worden door de bedrijven die daar kantoorruimte huren en gebruik maken van die openbare ruimtes, dat er sprake is van een herinrichting en dat het bedrijf gewoon doorgelicht wordt en dat er goed gekeken wordt op welke manier die horeca inderdaad inpasbaar is via een externe partij. Dus, want doen we dat niet, gaan we niet eerst voorwaarden scheppen aan het weergeven van gemeenschapgeld, dan krijgen we gewoon een tweede orkest van het Oosten. En dat is ook iets waar continu geld in gaat en continu verdwijnt. En dat willen we niet. Dank u wel. Dan de heer Kobus, u hebt u nog het woord. Het hoeft uiteraard niet natuurlijk. Heer Kobus, het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal er kort over zijn. Ik dank de wethouder voor de beantwoording. We hebben er alle begrip voor dat hij ook geconfronteerd wordt sinds een korte termijn met het dossier. En wij vinden ook dat hij daar voortvarend in heeft geacteerd. En ik heb er ook alle vertrouwen in dat er straks een mooi voorstel komt. We hebben nog wel wat vragen, net als de rest, maar die zullen we nu ook niet stellen. We wachten het voorstel af. Maar ik ben het met de heer Elzinga eens. We hebben liever een goed voorstel. Dus eerst misschien een toekomstig bedrag voor 2019, maar daarna een goed voorstel voor de komende jaren. Dan dat we nu in één keer geforceerd in de begroting alles moeten gaan meenemen. Dus we wachten nog wel af. Dank u wel. Dan de heer Reusken. Ja, meneer Reusken, u bent straks als eerste aan het woord. Dus er is altijd iemand het laatste. Aan u het woord. Dank u. Dank u wel, voorzitter. En daar zal ik dadelijk bij het volgende onderwerp ook gebruik van maken. En daar de aftrap gaan doen. Dank ook hier de wethouder aan de gegeven antwoorden. Goed op hoofdlijnen geantwoord van wat er gebeurd is en hoe hij dat wil op gaan pakken. Daar hebben wij ook vertrouwen in. Ik zou willen vragen om ook goed in te zetten op een goede relatie vanuit het huis straks met die Raad van Toezicht. Want dat is echt van belang ook voor de toekomst. En ik sluit ook aan bij de woorden van de heer Elzinga van het GBT. Zeker als alle vragen van de PVV beantwoord moeten gaan worden. Dat gaat u niet lukken voor de begrotingsbehandeling. Dus in die zin zou ik graag toch willen zien dat u dadelijk met een voorstel gaat komen waarbij we voor volgend jaar de zaken goed hebben geregeld, dat er rust komt binnen het punt. En tegelijkertijd zorgt dat er een goed voorstel ligt, waardoor we op de langere termijn zorgen dat daar een heel mooi gebouw staat met hele mooie activiteiten, met mensen die daar met plezier nu al werken, maar zeker ook blijven werken. Dank u wel. Dank u wel. Dan kijk ik naar de wethouder. Dat was de vraag over de jaarrekening. Wanneer die kan of dat u die meeneemt bij het voorstel wat straks naar de Raad toe gaat. Ja, voorzitter, ik stel voor om die jaarrekening niet toe te sturen, maar om dat tegelijkertijd met de rapportage van de externe accountant te doen. Dat lijkt mij wel een voorstel waarin u dan ook alles in één keer heeft en niet van die brokjes krijgt met weer een toelichting van het college, want dat is toch wel weer nodig. Dus er komt één integraal voorstel. Ik denk dat het goed is dat ik hierbij het raadsdebat over het punt sluit. En dat ik ook iedereen op de tribune, fijn dat u er was en dat u het gevolgd heeft. En ik zou willen voorstellen om 5 minuten schorsing. En dan gaan we dan verder met het onderwerp het sociaal domein. Goed, ik verzoek u allen uw plaatsen weer in te nemen. En de portefeuillehouder is er en ik ga ervan uit dat ook de woordvoerders van de verschillende fracties er zijn. En zoals ik net al aangaf, we gaan nu het raadsdebat voeren over de stand van zaken, notitie sociaal domein april 2018. En de indiener van het verzoek is de heer Reuske van de Partij van Arbeid GroenLinks. En daarom heeft u ook als eerste het woord. Dus ja, ik ben ook een keer de eerste, meneer Reusken. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter, dat u mij op mijn wenken bedient.
Wij hadden inderdaad dit debat aangevraagd over een notitie sociaal domein. Daar zouden wij ook al in een eerder stadium over gesproken hebben. Maar deze raad heeft af en toe flinke debatten te voeren. En dan wordt ook nog wel eens een keer iets uitgesteld. En dat is op zichzelf helemaal geen bezwaar. Voorzitter, we hebben net een stevig debat gevoerd over een zeker niet onbelangrijk onderwerp. Maar het sociaal domein is minstens zo belangrijk. En we praten nu over een notitie die van april dateert. We zijn inmiddels 6 maanden verder. Een nieuw college, want toen zat er nog een ander college. Een nieuwe wethouder. En vandaag ook Prinsjesdag. En ik heb dat ook wel met belangstelling gevolgd, zover dat... Gisteren, was dat gisteren alweer? Jeetje, wat gaat dat snel. Maar vandaag waren de debatten daarover. Het is wel stil geweest de afgelopen 6 maanden, vond ik. Terwijl er natuurlijk wel een grote opgave ligt voor deze gemeente. Als ik me goed herinner, 4,5 miljoen tekort. En daar gaat het college ook mee aan de slag. Ik ben ook benieuwd waar ze in de begroting mee gaan komen. Want het gaat tenslotte om zorg en ondersteuning van inwoners in Twenterand. We willen mensen zo lang mogelijk, zo zelfstandig mogelijk laten participeren en mee laten doen. En in die zin ben ik ook wel benieuwd, en dat is aan de fractievoorzitters van het GBT en van de ChristenUnie. Ik vind het jammer dat de heer Smelt er nu niet bij zit, maar wellicht dat zijn collega het boek hebben gelezen van de nieuwe route die ik heb aangeboden aan dit nieuwe college om daarmee aan de slag te gaan. Want daar staan een aantal zeer aanbevelingswaardige zaken in. Daar gaat het over. Niet zozeer wat willen wij doen voor die inwoner, maar wat wil die inwoner zelf? Hoe kunnen we zorgen dat die inwoner zelf zijn eigen regie pakt en zelf aan de slag gaat om te bepalen, als die ondersteuning heeft of nodig heeft, hoe die dat zelf kan organiseren. En ik begrijp ook uit de notitie dat er een beleidsdocument gemaakt wordt of geschreven is of er onderweg is naar de raad. Ik ben benieuwd naar de stand van zaken. Maar ik zou toch aan het college willen vragen wat daar de stand van zaken is. Maar misschien zelfs wel een koppeling te gaan maken met die nieuwe route. Misschien kunnen we daar wel een Twenterandse nieuwe route van maken. En wellicht in het najaar, dat is nog kort, maar ik ken de heer de wethouder als een voorvarende wethouder, dat het ongetwijfeld mogelijk moet zijn om straks rondom dat nieuwe beleidsdocument een debat, dan wel een conferentie te organiseren waar wij dat gaan horen, hoe dat opgepakt gaat worden en waar wij als raad ook bij betrokken gaan worden. Want dat open debat is absoluut nodig en daar zullen ook de inwoners bij betrokken moeten worden. Een aantal zaken zijn denk ik van belang die ik toch nog wil benoemen. Ik wil vooropstellen dat wat ik lees en dat wat ik ook hoor in Twenterand, heb ik de indruk dat Twenterand zaken goed oppakt. Als ik kijk naar de teams die lokaal bezig zijn, die de inwoners te ondersteunen en die vooral, zoals dat zo mooi heet in jargon, vraaggericht bezig zijn, ik denk dat we daar mee door moeten gaan. We moeten vooral inzetten op preventie, naar ons oordeel. Daarbij nog wel de volgende vragen. Als het gaat over het tekort, als ik het goed geïnformeerd ben, is er een stroppenpot bij het Rijk beschikbaar, mede door inzet van het VNG. Daar zitten een aantal miljoenen in. Ik heb gelezen dat er 87 gemeenten zijn die daar een beroep op hebben gedaan. Heeft Twenterand daar een beroep op gedaan? En zo ja, hoeveel is er aangevraagd? En wanneer gaan we horen of we dat uitgekeerd gaan krijgen? Want dat is wel degelijk van belang om te kijken van hoe we met dat tekort omgaan. Ik ben verder benieuwd hoe het gaat met het innovatiefonds. Daar heeft deze raad in ruime meerderheid voor gestemd. Ik heb op Twitter en in het nieuws een aantal berichten voorbij zien komen dat er aanvragen zijn ingediend. Ik zou graag willen horen hoe dat op dit moment gaat en of dat bijdraagt aan die vernieuwing. Als het gaat om de schuldhulpverlening vind ik het jammer dat het college dat wat nu in Hardenberg gebeurt niet verder oppakt. Omdat ik weet, ook vanuit mijn eigen praktijk, dat daar waar mensen in armoede zitten, daar waar mensen schulden hebben, stress een belangrijke oorzaak is. En dat daar aandacht voor moet zijn. En dat daar ook echt goede programma's voor zijn. Nogmaals, Hardenberg is daarmee bezig. En ik zou de wethouder toch nog eens willen vragen om toelichting te geven waarom dat niet opgepakt is en niet overgenomen gaat worden. Het leerlingenvervoer.
daarvan wordt gezegd, wij gaan dat in het stuk van april op 1 augustus is dat geregeld. Ik ben benieuwd naar de stand van zaken. Maatschappelijke opvang, een thema waar ook erg veel aandacht voor is, vooral als het gaat om personen met verward gedrag. Dan vind ik zelf dat een hele ongelukkige term, want dat zegt wat over iemand anders. Ik zou liever willen spreken van mensen met onbegrepen gedrag, want dat zegt wat over mijzelf, hoe ik aankijk tegen de ander. Ik ben benieuwd van hoe ver Twenterand daarmee is en of de gemeente Twenterand wellicht met andere Twentse gemeenten daar al maatregelen in heeft genomen. Waarbij ik denk niet alleen maar aan die mensen als het gaat om onbegrepen gedrag. Het gaat om dat we die mensen steeds meer in onze samenleving zien. En die zien we op verschillende plekken. Die zien we in mijn straat, die zien we in de wijk, die zien we in het dorp. En dan gaat het ook over draagvlak en draagkracht. Dus dat betekent ook dat je moet investeren in de buurt en in de omgeving. Want om dat daadwerkelijk goed op te kunnen vangen, heb je ook die buurt nodig. Ik ben benieuwd hoe ver het daarmee staat. Voorzitter, ik zou nog 10, 15 vragen kunnen stellen, maar volgens mij heb ik de belangrijkste... U begrijpt wel dat u al over 5 minuten in zit. Dat had ik al gedacht. Nou, ietsje meer, maar... Daarom ging u ook richting afronding. Juist, ja. Volgende week hebben wij een raadsinformatiebijeenkomst. Let wel, een raadsinformatiebijeenkomst. Ik vind het belangrijk dat we daar geïnformeerd worden, maar ik vind het ook belangrijk dat we nu eens een keer hier dat debat gaan voeren. En ook kaderstellende beleid maken voor de komende 4, misschien wel meerdere jaren. En daar zou ik graag de wethouder toe willen oproepen om dat op korte termijn met deze raad te doen. Dank u wel. Dank u wel. Dan kijk ik naar het CDA. Ja, mevrouw Smelt, aan u het woord. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Voor ons ligt de notitie die dateert van april 2018. In deze notitie wordt uitleg gegeven over de stand van zaken met betrekking tot het sociaal domein. De heer Reuske vroeg ook al een paar keer naar de stand van zaken en ik wil het graag benadrukken. Inmiddels is het september en wellicht zijn er dus ook wel wat ontwikkelingen. Kan de wethouder ons de stand van zaken in het kort weergeven? De notitie stand van zaken sociaal domein werd elk half jaar gedeeld aan de raad. Ik neem daarom aan dat er in dit najaar een vervolg op deze notitie komt ter beschikking aan de raad wordt gesteld. Bij de transformatie sociaal domein wordt onder andere ingegaan op de deelprogramma's. Het CDA is voorstander van de deelprogramma's, waaronder de werkwijze vanuit de kernteams. Door de aanpak één gezin, één plan, één regisseur en samenwerking van de ketenpartners krijgen de inwoners op een efficiënte manier hulp op maat. Aangegeven wordt dat Twenterad volop bezig is met een tal van transformatieacties om te komen tot vernieuwing en een efficiëntere en meer effectieve aanpak. Het CDA is benieuwd naar de laatste stand van zaken en wil graag weten hoe de wethouder denkt om de kwaliteit in het primaire toegangsproces verder te verbeteren. Centraal moet staan hoe kunnen we de inwoners steeds beter van dienst zijn. Daarnaast wil ik het passend onderwijs aan de orde stellen. Met de ondersteuningsplannen passend onderwijs, waarbij zowel gemeente als schoolbestuur gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de afstemming tussen onderwijsondersteuning en zorg voor kinderen en jongeren, wordt getracht om voor alle kinderen en jongeren een passende plek binnen het onderwijs te realiseren. Echter, er zijn grote zorgen over de kwaliteit van het onderwijs door eventuele bezuinigingen. Hoe wil de wethouder erop toezien dat de kwaliteit van het onderwijs wordt gewaarborgd? Een ander onderwerp wat ik tijdens deze debatten aan de orde wil stellen is schuldhulpverlening. Het doel is om inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium te helpen wanneer schulden ontstaan. Het gaat er dan niet om welk systeem wordt toegepast, zolang het uiteindelijk maar resultaat oplevert. In de notitie staat vermeld dat Twenterand niet met de methode Mobility Mentoring gaat werken, onder andere door de hoge kosten. Over welke bedragen praten we dan? En wegen deze kosten dan niet op tegen de successen die in andere gemeenten in Nederland aantoonbaar zijn, die wel van deze methode gebruik maken? Kijkend naar het OMD-vervoer, waren voor de invoering
van de nieuw aanbesteden vervoerder waren veel vrijwilligers actief. Echter, het blijkt dat deze vrijwilligers hiermee hebben moeten stoppen. Doordat de vervoerder werd overgenomen door een nieuwe aanbieder. Het CDA vindt dat we zorgvuldig moeten omgaan met onze vrijwilligers. Want zonder vrijwilligers kunnen we niet meer binnen onze samenleving. Brengt het feit dat het werk nu is ondergebracht bij de nieuwe aanbesteden ook niet meer kosten met zich mee? Maar omdat dus ook in het verleden hetzelfde werk door onder andere vrijwilligers werd gedaan. En tevens zijn er subsidiemogelijkheden om ontwikkelingen rond vervoer verder te faciliteren. Er wordt genoemd er lijken goede kansen. Hoe schat de wethouder de kans dat er subsidiemogelijkheden zijn voor de gemeente Twenterand? En tevens wil ik het punt met betrekking tot aanpak personen met verward gedrag benoemen. We krijgen landelijk steeds meer te maken met verwarde personen die overlast veroorzaken, waarbij soms gevaarlijke situaties ontstaan met soms een fatale afloop. Vaak zijn deze personen al bekend bij bijvoorbeeld zorginstanties, maar kan er niet preventief worden ingegrepen. Is er zicht binnen onze gemeente op deze groep mensen? In de voorliggende notitie lezen we dat het wel een verantwoordelijkheid is voor de gemeente, maar dat er nog geen budget is aangegeven. Is inzichtelijk hoeveel kosten het met zich meebrengt en weet de wethouder hoe groot deze groep is binnen de gemeente Twenterand? Als laatste wat ik nog wil aangeven, binnen de gemeente kampen met een groot financieel tekort binnen het sociaal domein. Wethouder Ehrenberg uit Enschede haalde eind juli tijdens het VNG-jaarcongres in Maastricht 200 miljoen euro op voor de gemeente die financiële moeilijkheden hebben binnen het sociaal domein. Het Rijk heeft deze toezegging gedaan. Behoort de gemeente Twenterand ook tot de gemeente die hier recht op heeft? Zo ja, hoeveel extra budget krijgen wij? Daarnaast uit de notitie wordt duidelijk dat er maatregelen genomen moeten worden om de financiële tekorten terug te dingen. Dit natuurlijk zonder te boeten op de kwaliteit. Welke maatregelen, acties, staat het college voor ogen om deze tekorten terug te dingen naast hetgeen dat al is ingezet? Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Smelt. Ook iets over de tijd. Ik meld het maar, want anders krijg ik later weer wat opmerkingen in het presidium. Dus ik probeer enige flexibiliteit erin te leggen, maar wel enige strakheid ook. Dan kijk ik naar mevrouw Hilbring, aan u het woord. Die namens de ChristenUnie als laatste hierover het woord zal voeren in eerste termijn. Aan u het woord. Nou, wij hebben ons als ChristenUnie aangemeld voor dit punt van de agenda om met u als raad van gedachten te wisselen over de recente ontwikkelingen in het sociaal domein. We zijn daarom ook blij met het initiatief van de PvdA-fractie om dit onderwerp op de agenda te laten plaatsen in relatie tot de begroting 2019. Het grootste domein op financieel gebied van onze gemeente waar telkens nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden en waar ook nu weer grote tekorten worden verwacht. Wij wilden ons met name richten op de toegankelijkheid en inzetbaarheid van zorg voor onze inwoners. Wij vinden dat de terreinen in dit domein goede aandacht krijgen in het coalitieakkoord en we willen dat dit met name op het gebied van toegankelijkheid nog wat extra aandacht krijgt. Kunnen we de toegankelijkheid nog vergroten voor het sociale domein in onze gemeente? In het rapport over inzet van huishoudelijke hulp blijkt communicatie hierin de sleutel. En ook wij hebben gemerkt dat de toegankelijkheid voor mensen met hulpvragen helaas achterblijft bij onze verwachtingen. Als voorbeelden noemen we de moeite die het mensen kost om bijvoorbeeld leerlingenvervoer te organiseren. Om een aanvraag te doen voor PGB, omdat mensen graag een voorziening willen van een hulpverlener die niet gecontracteerd is. Tevens om de weg te vinden in de aanvraag voor een subsidie als je als inwoner van Twenterand iets nieuws wilt gaan opzetten. Voorbeelden van mensen die we in onze fractie hebben mogen horen. Daarnaast horen we van ouders die het moeite kost om serieus genomen te worden. Hoe leg je uit dat na 2 jaar nog steeds zorg nodig is voor je kind met een beperking? Een beperking is blijvend en de ontwikkelingen zullen ook telkens weer overgangsmomenten hebben waar extra hulp en ondersteuning nodig is. Maar hoe leg je dat uit?
Ook hebben we helaas vernomen dat het voor ouders en jongeren moeilijk is om de weg te vinden naar arbeid voor hun kinderen die onderwijs hebben gevolgd op het praktijkonderwijs. Hoe doe je dat dan? Waar moet je zijn? Wie vertelt dit aan hen? En hoe kun je weten dat er voor deze jongeren een studietoeslag aangevraagd kan worden, omdat zij nog onvoldoende verdiencapaciteit hebben? Kortom, het beleid is ervoor gemaakt en de regels zijn voor de uitvoerders duidelijk. Maar hoe wordt dit aan onze inwoners die het aangaat verteld? Hierin kan wat onze fractie betreft nog een slag gemaakt worden. En wij zouden graag van de wethouder zien dat hier op actie wordt gezet. Wij vinden dat ondanks de vele tekorten het niet zo kan zijn dat we de zorg voor onze mensen gaan beknibbelen waar ze volgens de criteria voor in aanmerking komen. Wij zouden daarom willen vragen om alert te blijven op het spanningsveld dat ontstaat tussen uitvoering van de wet en de kosten. Een punt dat het illustreert is dat onze gemeente ook maatwerkvoorzieningen heeft ingezet met als doel om het netwerk te vergroten en daarmee de zorg voor de toekomst te voorkomen mogelijk. Dat kan niet de bedoeling zijn, tenzij het op sociale gronden is gebaseerd. Een ander punt zijn de tarieven die voor huishoudelijke hulp worden betaald. Dit mag niet uitgeknepen worden om kosten te besparen op de zorg. We hebben vernomen dat de tarieven voor 2019 met 10 Twentse gemeenten worden afgesproken en willen daarin ook graag meegeven dat met reële tarieven rekening wordt gehouden. Tot slot nog een opmerking aansluitend bij de toegankelijkheid. De letterlijke toegankelijkheid blijft wat onze fractie betreft blijvende aandacht verdienen. De aanvraag voor een parkeerpaard is een exercitie op zich en als mensen deze eenmaal hebben, blijkt dat er zeer weinig plekken zijn waar ze hem voor kunnen gebruiken. Als voorbeeld noemen we de parkeerplaats in Den Ham bij het gezondheidscentrum. Er is er slechts één. En mocht die plek bezet zijn, dan zullen mensen die die kaart hebben in ieder geval enkele honderden meters moeten lopen. We hebben net gehoord van de PvdA-fractie dat zij het debat zouden willen voeren in de raad over onderwerpen wat betreft het sociaal domein. En wij willen ons daar graag bij aansluiten. Tevens dat ook met mensen die het aangaat het gesprek hierover wordt gevoerd. Tot zover onze inbreng. Dank u wel, mevrouw Hilbering. Voor alle duidelijkheid, de heer Reusken heeft het debat aangevraagd. En dan de fractie Partij van de Arbeid GroenLinks. Ik denk dat ik toch maar even die opmerking maak. Dan kijk ik naar wethouder Paters. Ik weet niet of u meteen gaat reageren namens het college. Aan u het woord, wethouder. Voorzitter, dank u wel. En dank aan de fracties voor hun inbreng. En dank ook voor de zorgen die ik ook bij de verschillende fracties hoor voor wat betreft ontwikkelingen in het sociaal domein. Het moet mij van het hart dat het jammer is, en dat blijkt ook uit de inbreng van de verschillende fracties zoals ik die vanavond gehoord heb, dat na de vorige raad de klankbordgroep sociaal domein er niet meer is. En mijn dringende oproep aan u zou zijn, zorg dat deze opnieuw in het leven geroepen wordt. Want juist die klankbordgroep is bij uitstek de plek waar we met ambtelijke ondersteuning dieper op de materie in kunnen gaan. En waar we ook de veelheid aan toch wel technische vragen die er ook vanavond gesteld zijn, waar we die op een goede en correcte manier kunnen beantwoorden. Zodat u ook van de juiste informatie bent voorzien. Want dat is ongelooflijk belangrijk. Juist omdat we, kijkend naar de gemeentebegroting, het hebben over bijna de helft van onze totale begroting, willen we heel graag ervoor zorgen dat u optimaal meegenomen wordt in wat we aan het doen zijn, maar ook wat de ontwikkelingen zijn in het sociaal domein. Dat vooraf. Laat ik eerst een vraag beantwoorden die wellicht de meest makkelijk is. Komt er een nieuwe voortgangsnotitie, een nieuwe stand van zaken? Uiteraard. Wij verwachten dat we die in oktober richting uw raad zullen sturen met daarbij de updates zoals die er zijn. En een andere vraag die relatief makkelijk te beantwoorden is de aanvraag voor wat betreft de stroppenpot. Daar zit inderdaad een bedrag van 200 miljoen in, dat is correct. Of die door collega Ehrenberg het Enschede naar binnen is gehaald, waag ik te betwijfelen. Want er is volgens mij een inspanning van alle gemeenten tezamen geweest. En laat ik u voor een deel, en dat is in dit geval voor de helft, uit de droom helpen. 100 miljoen komt uit het gemeentefonds, uit onze eigen pot, zeg maar. En 100 miljoen is door het Rijk bijgepast. Hebben wij daar een aanvraag gedaan? Jazeker. Wij horen bij de 87 of 88 gemeenten, meneer Reusken, die de aanvraag gedaan heeft.
En wij hebben een aanvraag gedaan in de hoogte van 4,6 miljoen euro. Of we dat bedrag ook daadwerkelijk gaan krijgen, dat is even de vraag. En het zal zo'n beetje, nou, ze zijn nu bezig met het ophalen van eventueel aanvullende gegevens. Daar zit ook tijdsdruk op. We moeten soms binnen 2 dagen reageren om alle informatie aan te leveren. En ik verwacht dat zo rond eind oktober, begin november er meer duidelijkheid komt over het bedrag wat Twinterand eventueel zal ontvangen. En ik zeg u toe dat zo gauw wij dat weten, wij dat uiteraard met uw raad zullen delen. Dan is er inderdaad in voorbereiding een nieuw beleidsdocument. We hopen dat aanstaande dinsdag in het college vast te stellen, de nieuwe integrale beleidsnota sociaal domein. Dat is de werktitel. We hebben nog geen betere titel kunnen vinden, dus ik daag u uit om, als u na lezing een idee heeft, om daar vooral mee te komen. En we zullen die aanstaande woensdag, volgende week woensdag dus, met u delen. En dan ook hopelijk van u wat dingen horen waarvan je zegt van ja, dat missen we misschien, zodat we met elkaar kunnen zorgen dat het een beleidsdocument is waar we verder mee kunnen. He, want een beleidsdocument is niet meer en niet minder dan een start en dat vraagt voor de toekomst nadere uitwerking. En ik ga die uitdaging graag met uw raad aan om die uitwerking zo concreet mogelijk te maken daar waar het gaat om Twenterand en om de Twenterandse situatie. Dus ja, wij zijn daar volop mee bezig. Het is stil geweest de afgelopen maanden, ja, was het maar waar. Want dat zou betekenen dat het allemaal rustig is op het front van het sociaal domein. En ik kan u verzekeren, niets is minder waar. U zult begrijpen dat ik niet vooruit kan lopen op de begroting. Maar daar zullen we bij de behandeling ongetwijfeld ook nog verder over komen te spreken. Het boek, meneer Reusken, De Nieuwe Route, dat is aan de beide fractievoorzitters van de coalitiepartijen overhandigd. Ik heb begrepen dat de heer Elzinga het gelezen heeft en dat hij het conform de belofte doorgegeven heeft aan de heer Smelt. Maar wees ervan overtuigd dat ik ook kennis heb genomen van de inhoud. En ja, wellicht kunnen wij daar wat mee. En de ideeën die daarin staan, die zijn wellicht ook voor Twenterand goed. En we zullen kijken of dat kan landen. Dat zal niet in de integrale beleidsnota zijn, die is daar niet voor bedoeld. Maar in de verdere uitwerking biedt dat wellicht wel degelijk mogelijkheden. Het innovatiefonds is nog het een en ander over gevraagd. Er zijn inderdaad in bij de eerste batch van centen, zeg maar even, 2 aanvragen goedgekeurd. U heeft daar wellicht kennis van genomen, Tactus en Voorwaarts. En de was- en strijkservice zoals die in Vriezenveen gaat plaatsvinden. De nieuwe ronde loopt en daar zijn in elk geval nu al 3 aanvragen binnen. En er worden nog een aantal gesprekken gevoerd met partijen die ook interesse hebben om daar wat te verduidelijken en om ook te helpen met de aanvraag. Want het zou zonde zijn als we goede ideeën niet in behandeling kunnen nemen omdat de aanvraag wellicht net niet helemaal compleet is. Dus daar waar we kunnen ondersteunen om die aanvraag volledig te maken, zijn we daar zeer zeker met bezig. Blijvend debat met de raad. Ik zal de laatste zijn om te zeggen dat ik niet bereid ben om blijvend met u hierover in debat te gaan. En een voortgangsnotitie zou daarvoor een moment kunnen zijn. Maar voor de rest vind ik hem lastig. Ik doe het graag, maar ik vind hem lastig omdat ik wil voorkomen dat je in een debat, en u weet, als u mij wat langer kent hoe ik daarin sta, een debat moet vooral op hoofdlijnen zijn. En ik daag u uit om daar vooral uw kaderstellende rol te pakken en om ons dat echt mee te geven, wat u wil. Maar we moeten dan toch zoeken naar een moment waar, want je gaat heel snel de diepte in en de techniek in. En ik denk dat een debat daarvoor niet de geëigende plek is. Dus als u ideeën heeft dan over een werkvorm, dan ben ik graag bereid, zijn wij graag bereid om daarover met u mee te denken. De kernteams, ja, die lopen hartstikke goed. De eerste cijfers die we daar nu over hebben, die laten zien dat het echt het effect bereikt wat we willen. Ook als je kijkt naar de preventie, waar we met z'n allen heel druk bezig zijn om daarop in te zetten. We zien dat steeds meer cliënten hun weg vinden naar het voorliggend veld en niet in de zwaardere zorg terechtkomen. Dat is een heel positief signaal. We zijn bezig om te kijken van ja, kun je dat nou op geld zetten? En want uiteindelijk, en dat is een beetje soms de bijna onmogelijke spagaat in het sociaal domein. Het gaat om zorg. Het gaat om onze inwoners die zorg nodig hebben.
en aan ons en op ons de verplichting om datgene te doen wat iemand nodig heeft. En tegelijkertijd worden we zeker in het sociaal domein geregeerd, soms door geld. En ik wil heel graag samen met uw raad kijken of we met alle beperkingen die er financieel zijn, of we met elkaar ook oog kunnen krijgen voor de dingen die we aan het doen zijn en die we goed aan het doen zijn. Kernteams is daar een voorbeeld van. We zijn bezig met een charmoffensief richting huisartsen, daar waar het gaat om de externe verwijzing. Dat levert concreet resultaat op. U krijgt daar op een later moment meer informatie van. Dus er gebeurt heel veel. En op de achtergrond zijn we ook, niet alleen wij als Twente, maar ook in Twents verband bij het OZJT, bezig om nog meer zaken in gang te zetten. U heeft dat wellicht meegekregen, de aanbesteding is geweest, er is een voorlopige gunning, maar we zijn ook aan het werk met een extra set afspraken. Dat zal in een separaat bestek zijn, waar we kijken of we met de 15 grootste aanbieders concrete afspraken kunnen maken om die kosten, nou ja, laten we zeggen, als we ze niet verder laten stijgen, dat is de afspraak, en dan zijn we al een heel eind, maar uiteindelijk moeten ze naar beneden. En het hele mooie is, en daar laat je ook de kracht zien van wat we in Twente aan het doen zijn, dat we met z'n allen daarin slagen om die aanbieders in die stand te krijgen. Dat is winst, maar levert dat op korte termijn, ja, 2, 3, 4 ton, ik weet het niet. Dat moet blijken, maar het feit dat we met elkaar daarin slagen, dat is iets wat een heel bemoedigend signaal is. Dan, even kijken, er is wat gevraagd over de aanpak personen met verward gedrag. Ik blijf hem even zo noemen, hoewel ik mij heel goed kan vinden, meneer Reusken, in uw omschrijving daarvan. Maar anders lopen twee definities door elkaar, dat lijkt me wat lastig. GGD Twente is bezig, en dat gebeurt in de tweede helft van dit jaar, dus nu, om te kijken van wat hebben we nodig, waar hebben we eventueel nog knelpunten, zodat we dat ook samen in kaart krijgen en daar het nodige doen op het moment dat het van het Rijk naar de gemeente komt. Want we spreken heel makkelijk over personen met verward gedrag. Maar ondertussen is het gewoon weer een taak die van Den Haag naar ons toe komt. En waar we maar moeten zien hoe we dat regelen. Hetzelfde geldt op termijn voor het Rijksvaccinatieprogramma, waar we ook verantwoordelijk voor gaan worden. Dus Den Haag weet de schutting prima te vinden, laten we het maar zo zeggen. Met alle mogelijke gevolgen van dien. Een aantal opmerkingen zijn nog gemaakt over, en dan ga ik even kijken naar het OMD-vervoer en ook het leerlingenvervoer. Ja, het is soms heel vervelend dat je, doordat je aanbesteedt, te maken krijgt met vrijwilligers die niet meer datgene kunnen doen wat ze doen en daarmee ook niet ontlastend kunnen zijn. En het was voor instellingen heel mooi dat je door vrijwilligers dat te laten doen, daarmee jezelf ook kon ontlasten. Nou, de aanbesteding is geweest en we zien dat we door het OMD-vervoer, de hoge kosten die dat met zich meebrengt, die worden veroorzaakt door het grotere aantal te verwachten kilometers. Het heeft voor de vervoerder die het in Twente doet, Broekhuis, enorm veel tijd en energie gekost om het goed in te regelen. Dat was een uitdaging op zich. Dat gaat gelukkig steeds beter, maar je ziet wel vaker dat je met aanloopverliezen te maken hebt. En dat is hier ook het geval. Het aantal ritbewegingen neemt toe. En dat heeft een nadelig gevolg voor wat de kosten betreft. En dan hebben we het ook nog over extra begeleidingskosten. En uiteraard, zou ik bijna zeggen, ook een stukje indexering. Daar kunnen we niet heel veel aan doen. Mevrouw Hilbrink vraagt aandacht voor de toegankelijkheid. En dat we niet moeten beknibbelen op zorg. Al onze inspanningen zijn er juist op gericht om die toegankelijkheid zo laagdrempelig mogelijk te maken. En als u voorbeelden heeft, en ook al is er maar één, waarvan u zegt van daar gaat iets niet goed, dan staat hier de deur, hetzij bij onze consulenten, hetzij bij onze ambtenaren, die staat altijd open. Want we moeten leren van de beweging die we nu aan het maken zijn, de preventiebeweging die we met z'n allen ingezet hebben. Ik vergelijk het wel eens met een olietanker, die draai je ook niet zomaar bij. En we komen uit het systeem. Zorg gestuurd en we zijn nu toe aan het gaan naar een nieuw systeem. Het is bijna, je had een tijdje geleden, een paar jaar geleden, laat ik die vergelijking dan maar maken, hoewel die wellicht wat mank gaat, had je de Arabische lente. Dictator weg en we zeiden van hier heb je democratie.
En dan denken we dat je dat hebt. En dat is niet zo, want daar hebben wij ook 200 jaar over gedaan en daar zijn we nog steeds mee bezig. Nou, dat is bijna de beweging die we hier nu met z'n allen ook aan het maken zijn. En dat vraagt tijd. En tijd hebben we eigenlijk helemaal niet. Omdat de financiën ons beperken in wat we aan het doen zijn. Dus dat geeft aan dat we met z'n allen niet alleen inzetten op preventie, maar zo langzamerhand ook de diepte in kunnen gaan. Dat we steeds meer data ook verzamelen. En dat is een heel lelijk woord, maar die data helpen ons wel om bij te sturen en om op tijd bij te sturen. Dat is wat we met z'n allen aan het doen zijn. Daar werd in Twenterand en in Twente keihard voor gewerkt. Maar dat wij nog lang niet zijn, dat is ook duidelijk. En tegelijkertijd mag u ervan op aan dat wat we hier kunnen doen, altijd, maar ook echt altijd, onze inwoners en wat zij nodig hebben voorop zal staan. En als het betekent dat we, en daar hebben we in het coalitieakkoord, staat er ook al iets over, als het betekent dat we wellicht maatregelen moeten nemen die we niet willen, dan moeten we daar met z'n allen wel serieus over nadenken. En niemand van ons kan met droge ogen zeggen dat we willen dat iemand de zorg niet krijgt die hij of zij verdient. En wat die zorg dan is, daar zijn we nou heel erg druk bezig om dat bij te sturen. En je ziet, één voorbeeld uit de kernteams, daar hebben we concrete voorbeelden van iemand die als casus binnenkomt en die blijkt dat hij heel goed via onze zorginformatiepunten verder geholpen kan worden. Die dus niet de zorg ingaat. We zien dat huisartsen steeds beter met ons meedenken. Tegelijkertijd proberen we, als je kijkt naar onderwijs, in het onderwijs het sociaal domein ook veel meer een vaste plek te geven. We hebben afgelopen donderdag hebben het OGO gehad, op instemming gericht overleg. Ik vind het nog steeds de meest bizarre afkorting die we hanteren, maar vooruit. En daar hebben we gelukkig met de schoolbesturen die aan tafel zitten af kunnen spreken dat we A, het sociaal domein een vaste plek geven. Dat we met elkaar kunnen kijken van wat is nou die verbindende rol. En hoe kunnen we nou met z'n allen zorgen dat we het sociaal domein echt inbedden. En dat we niet eilandjes blijven. Nou, dat zijn hele positieve, bemoedigende signalen. We zijn bezig, als we kijken bijvoorbeeld naar de aanpak en de drugsproblematiek, om scholen ook te ontzorgen. Dus dat we één programma aanbieden en niet takteurs, halt en dat iedereen op die scholen rondbangt. Dus zo proberen we met z'n allen die olietanker langzaam de goede kant op te krijgen. En dat vraagt tijd. En ik hoop dat we over een jaar, of misschien twee jaar, maar hoe eerder hoe beter, kunnen zeggen van hé, nu begint het echt te werken zonder dat onze inwoners daar last van hebben gehad. En dat is een blijvende uitdaging en ik zal me daar dag en nacht voor blijven inzetten. En dat doe ik heel graag samen met u. Dank u wel. Dank u wel, wethouder. Ja, ik probeer eventjes te kijken of ik dit kan afronden. Dit is niet af. En ik kan me voorstellen dat volgende week, zoals de wethouder heeft toegezegd, het beleidskader komt in het college. Dat woensdagavond er een informatieraadsbijeenkomst is over het sociaal domein. De oproep van de wethouder was zorg weer voor een klankbordgroep sociaal domein. Dus het is aan u om dat het voortouw voor te pakken, om te kijken wie van welke fractie erin wil en wie het voortouw neemt als voorzitter. Wij willen ondersteunen en helpen, maar u moet het wel met elkaar willen. Dus we zijn nog niet klaar hiermee, we zijn nog niet uitgesproken ook. Kan ik dan deze ronde, dit raadsdebat, zo afsluiten? Een raadsdebat, nou, informatie van. En dat we dat gewoon in de komende tijd verder oppakken. Ik kijk ook even naar de fracties die niks gezegd hebben. Want ik wil niemand de mond snoeren. Maar ik hoop dat u wel een beetje voelt van hoe het erin zit. Meneer Veldmeijer heeft een vraag. Dank u wel, voorzitter. Ja, ook weer een punt van orde. Was het dan niet zinvoller geweest om dit agendapunt na volgende week heen te tillen, gezien het feit dat er volgende week een bijeenkomst is? Ja, een raadsinformatiebijeenkomst is niet openbaar. Dat is voor de raad, informeren van, vanuit de wethouder, ambtelijk ook. En de vraag is gewoon, naar aanleiding van een notitie die uitgegeven is, die door het college vastgesteld is, heeft elke fractie gewoon de gelegenheid om dat aan te kaarten. Dus ja, als je zegt van had niet, nee, dat is geen openbaar, dit is een openbaar raadsdebat. Ik zie de wethouder nog wat willen zeggen, maar één zinnetje, wethouder wel. Dus dan krijg ik ruzie met de raad. En ik ben voorzitter van de raad, hè? Dat weet u. Wethouder, aan u het woord. Ruzie met de raad, voorzitter, is het laatste dat we willen.
Ik zit even te denken of het wellicht een idee is, als er hele dringende technische vragen zijn die wellicht kunnen helpen om ook de raadsinfo komende week nog duidelijker te maken. Wellicht kunnen die via de Griffie gebundeld worden en dan kunnen we kijken of we hele dringend behoeften of we daarin voor woensdag kunnen voorzien. Ja, dat kan altijd. Technische vragen, die bundelt de Griffie met veel plezier. Als die er dinsdag zijn, dan kunnen ze voor woensdagavond ook nog klaargemaakt worden. Kan de wethouder en de ambtenaren kunnen dat meenemen. We hebben volgende week dan dat raad informatie en daarna uiteraard weer het beleidskader via de normale raadsdebat en de raad en misschien nog wel wat tussendoor. Dus ik wil dit zo afronden en ga nu naar het volgende agendapunt en dat is de stand van zaken terugplaatsing. Voorzitter, het Cavito. Oh, meneer Reusken. Als aanvrager van dit debat, ik schroom wat om u aan te spreken op wat u nu voorstelt. Een debat waarbij, waarbij de wethouder antwoord geeft op de inbreng van de betrokken partijen. Dat roept bij mij nog weer reactie op. En ik heb juist geagendeerd, omdat ik wil voorkomen dat we geïnformeerd worden via raadsinformatiebijeenkomst. En hier wil ik graag het debat met iedereen aangaan. Ik begrijp uw voorstel en ik ga er ook mee akkoord, maar ik wil dit toch wel even opgemerkt hebben, omdat ik merk dat ik schroom heb om dit te zeggen. Ook twijfel heb om dit te zeggen. En ik begrijp het voorstel, maar ik merk wel dat ik er moeite mee heb. Dat is niet mijn bedoeling, maar ik heb juist geprobeerd aan te geven dat er een aantal stappen zijn. Beleidskader en op het beleidskader kun je er klaar. Maar als u iets anders wilt, ik ben als was in uw handen. Mevrouw Hilbering wil ook wat zeggen, dus aan u het woord, mevrouw Hilbering. Ik wil aansluiten bij wat meneer Reusken zegt en ik vind dat dit debat ook in de raad gevoerd moet worden. Dit is natuurlijk geen raadsvergadering, even voor alle duidelijkheid. Ik probeer het ook even heel duidelijk aan te geven. Dit is geen raadsvergadering, dit zijn de raadsdebatten ter voorbereiding van de raad. Dat is even voor alle duidelijkheid en ik probeer ook aan te geven dat het niet af is. Maar als meneer Reusken nog een aantal dingen wil inbrengen, ik wil hem niet de mond snoeren. Dat is zeker niet mijn bedoeling, maar ik probeer wel aan te geven wat er komt en waar u ook uw kader kunt stellen als het beleidskader van het college er is. Want dat hoor ik nog niet nu en dan zit ik even te zoeken van ja, waarmee help ik u nu het beste? Daar gaat het mee om. Maar meneer Reusken, aan u het woord. Ik ga akkoord met uw voorstel. Met die verstand dat na het raadsinformatiebijeenkomst zo snel mogelijk echt dan zeg maar ook het terugkomt in een raadsdebat. Dus voor wat betreft nu akkoord, maar wel met de kanttekening die ik nu gemaakt heb. Dank u wel. Ja, voor alle duidelijkheid. De wethouder gaf aan dat het beleidskader meegenomen wordt in het raad informatie, ter technische vragen, niet meer en niet minder. Krijgt het dinsdag wordt door het college vastgesteld, woensdagavond, dus u heeft ook amper aan tijd. Maar vervolgens gaat dat gewoon het circuit in van raadsdebatten en de raadsvergadering. En dan zal het ook misschien ter zienswijze, weet ik allemaal niet. Dus dat gaat gewoon de hele cyclus in waarin u gewoon alles kunt pakken wat u maar wilt in het kader van het beleid wat u vooraf wil aangeven, het beleidskader waar u aan hecht. Meneer Reusken, aan u het woord. Oké, dank u wel. Dan kan ik dit afronden en ga ik naar het volgende agendapunt. Stand van zaken terugplaatsing Scafito. En ik geef de heer Jonker het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik zal het heel kort houden, gezien ook het tijdstip van vanavond. Ja, u hebt 3 minuten, hè? Ja, 3 minuten. Ja, even, ja. Ja, dus, nee, ik begin nog gelijk. We hebben ons destijds aangemeld voor dit debat. We hebben die raadsbrieven gehad en we hebben ook als hoofdreden meegegeven van ja, laten we dit nu gebeuren of kan dit anders? Hè? Ook bij vervolgzaken die eventueel op andere gebieden ook komen. Want er stond ook in de raadsbrief van ja, je kunt ook, we hadden ook ervoor kunnen kiezen van waar de raad even kunnen informeren en zeggen van joh, wat gaat er nu gaan gebeuren, want dit loopt gigantisch de spuigaten uit. Het gaat wat mij betreft ook niet om de kunst, hè, die staat ook niet ter discussie, maar gewoon alleen, er is een bedrag toegezegd en het loopt nou gierend uit de hand. Wat vindt u daarvan? Ook wij als raad hebben daar een controlerende rol in. Wordt de middelen zinnig, zuinig en zorgvuldig uitgegeven en dat kunnen we hiervan niet zeggen.
Dus daar wil ik toch wel graag een reactie op van de wethouder, hoe we dat in het vervolg beter kunnen aanpakken. En wat is nu de huidige stand van zaken? Want er zijn nog een paar open eindjes en de provincie heeft ook geld toegezegd. Maar dat geld dat is ook, moet gebruikt worden voor educatieve programma's. Dus niet puur sec voor de terugplaatsing van Sgraffito. Graag daar een reactie op. En er is ook nog een kunstwerk waar volgens mij geen besluit is genomen in de raad. Maar wel een kunstwerk gaat over de eerste school die afgebroken is. En dan ging het over de zaaier. Ik weet niet of die nog ergens opgeslagen staat en wat gaat daar dan mee gebeuren. Dit was het, voorzitter. Dank u wel. Dan kijk ik naar de fractie van gemeentebelangen Twenterand. De heer Elsega, aan u het woord. Ja, voorzitter, ik was wel verrast dat dit als debat nog terug zou komen. Omdat de heer Veldmeijer van de PVV eerder vragen over gesteld. En toen hebben we ook al een soort van bijdrage geleverd. En zo hebben wij eigenlijk al aangegeven dat er geen heren is zonder verleden. Sgraffito, het gaat niet alleen om het kunstwerk. Dat is de mening van de fractie van GBT. Het gaat om het verhaal achter het kunstwerk. Hè, het vertellende verhaal. En het Sgraffito-kunstwerk, die staat al bij de brede school. Dus ik wil zeggen, die 20.000 besparen, hij staat er al. En volgens mij heeft de wethouder toen als antwoord gegeven bij die vragen dat het binnen het krediet valt en zelfs nog iets geld over was. Dus het zal geen extra geld kosten. Maar dat kunstwerk is wat ons betreft een ode aan de Vroomsorgers die na de Tweede Wereldoorlog keihard gewerkt hebben aan de wederopbouw van Vroomsorg. En de kunstwerk was daar een toonbeeld van. En daarom heeft toen ook de hele raad voorgestemd om hier middelen voor beschikbaar te stellen. En die middelen, het tekort is een stuk kleiner, hè, wat aanvankelijk werd gemeld. Omdat er ook nog wat fondsengeld intussen tijd weer is binnengehaald. Maar goed, voorzitter, ik wacht wel even, want anders moet de heer Jonker zo lang wachten. Ik moet altijd zo'n tactisch moment kiezen waarin de een uitgesproken is en de ander niet te lang wacht. De heer Jonker, aan u het woord om een vraag te stellen. Ja, het is niet de bedoeling om het kunstwerk te beoordelen. Het gaat me meer om, er is toen een bedrag genoemd en dat gaat nou vier keer over de kop. En de middelen die u doelt op de provincie, die gaan niet puur sec voor terugplaatsing, maar voor educatieve middelen. En het gaat er ook om dat, nou ben ik het even kwijt, het krediet, hè, wat u aangeeft van ja, dat wordt wel gedekt, maar ook als je het krediet niet gebruikt, het moet toch ergens een keer terugbetaald worden. En in de raadsbrief staat ook één zinnetje, de raad had ook gezegd van, nou, je kunt ook zeggen van, nou, het kost zoveel geld en we gaan even ermee terug. Wat gaan we ermee doen? Dat is eigenlijk meer, het gaat mij niet zozeer om het behoud van het kunstwerk aan zich, maar meer de proces eromheen van het kost zoveel geld en nu loopt het gierend uit de hand. Dat proces daar rondomheen, daar heb ik wat moeite mee. Niet dat het kunstwerk bespaard blijft, want daar is voor mij geen discussie. Elsega vervolgt of gaat erin vervolgens een betoog. Aan u het woord. Oké, voorzitter. Nou, als antwoord daarop, ik vind niet dat het gierend uit de hand loopt. Hè, want uiteindelijk, als je de bedragen die beschikbaar zijn gesteld, de fondsenwerving die is binnengehaald, en we wisten als raad van tevoren, als het binnen de krediet past, dus dan hoeft er ook geen extra middelen beschikbaar te gesteld te worden, dan hoeft het niet terug naar de raad. Dus ik vind ook niet dat het college terug moet naar de raad. Dat is voor dit soort bedragen niet. En bovendien, het past nogmaals in het krediet. Er is zelfs nog wat geld over. Dus in die zin vinden wij, hè, want dat vraagt u ons, vind je dat je voor zo'n bedrag terug moet naar de raad? Als er geen tekort is, nee, hoeft niet. Het heeft ook geen incidentele structurele gevolgen voor de gemeentebegroting. Ons verhaal is heel duidelijk wat het om kunstwerken gaat. Wil dat zeggen dat we elk kunstwerk maar moeten behouden? Nee, maar we vinden het wel jammer om alles maar te slopen. U heeft het over de zaaier. De zaaier heeft ook een hele belangrijke betekenis. De zaaier, dat is gecreëerd door kunstenaar Jannie Brugman. Op dit moment is de Brugman collectie, hè, samen met een man heel erg in het nieuws. Hè. Er is zelfs een oud politiek verslaggever uit de NAM, Jan van der Kolk, wie kent hem niet, heel druk bezig met een tentoonstelling, boek. En dat gaat onder andere ook over de zaaier. En het is gewoon een geweldig verhaal. En Friesveen is aangemerkt als cultureel erfgoed, ook in de wederopbouw. En daar zijn ook middelen uit beschikbaar. Twenterand krijgt daar ook geld voor. Het gaat nogmaals, dit en ook dat van Friesveen, de zaaier, dat gaat over de periode tot 1965. En wij zien het nogmaals, dit als een ode aan onze inwoners die na de wederopbouw, na de oorlog, onze kernen weer hebben opgebouwd. Want het was natuurlijk
de oorlog geen fijne tijd. En ik kan mij gewoon over het kunstwerk algemeen, mag het veel geld kosten? Nee. Kunstwerken belangrijk? Ja. Denk eens aan, we hebben een last night herdenking gehad van de held van Den Ham, want dat had heel erg vervelend af kunnen lopen. We hebben 4-5 mei herdenking. Wij staan bij een kunstwerk. Herinnert ons ook aan een bepaalde periode. Als ze er niet zijn, zitten we in de lucht te kijken en dan leggen we kransen op de grond. Het is, kunstwerken zijn gewoon, die markeren iets. Die zeggen iets over een bepaalde tijd en linken aan een gebeurtenis. En daarom vinden wij kunstwerken belangrijk. En mag het dan wel kosten? Want dat is eigenlijk ook een beetje de onderliggende vraag. Ja, dat mag wel kosten. Alleen het moet wel binnen de perken blijven. Daar ben ik met u eens. En als het dan 60.000, 70.000 kost, ja, dan moet je naar de raad. En dat is voor het kunstwerk, wat hier bij het gemeentehuis staat, is ook naar de raad gegaan. En daar hebben wij ook middelen voor beschikbaar gesteld. Dat was onze bijdrage, voorzitter, over het graffito-kunstwerk en de zaaier. Dank u wel. Dan kijk ik naar mevrouw Hilbering. Namens de ChristenUnie wilde u ook het... ook het woord voeren over dit onderwerp. Dank u wel, voorzitter. Wij zijn het ook eens met het betoog wat de heer Elzinga net gaf. En zijn ook blij dat het kunstwerk behouden is gebleven. Datzelfde geldt ook voor de zaaier. We zijn blij dat ook dat kunstwerk behouden is gebleven. Want de kunstwerken die we hebben in onze gemeente, daar moeten we zuinig op zijn. Het heeft ook een grote betekenis voor de inwoners gehad. Dat hebben we toen de tijd ook mogen merken in onze fracties. Dus we zijn daar volmondig, zijn we het met elkaar eens dat dat een kunstwerk was wat we wilden behouden. Waar we echt wat vragen bij hebben en waarschijnlijk kunnen ze niet meer beantwoord worden, is de procedure wat eraan vooraf ging en waarin ons als raad werd voorgespiegeld dat het kunstwerk voor een bepaald bedrag toch geplaatst zou kunnen worden. En plus en min bij elkaar opgeteld zou het niet heel veel duurder uitpakken. Toen hebben we ook unaniem ingestemd met het behoud van dit kunstwerk en de verplaatsing ervan. Maar de voorwaarde daarvoor was dat het geplaatst zou worden in de wand van de brede school. En dat is uiteindelijk niet gebeurd. En ook daarin moeten we mogelijk toch kijken naar iemand die daar verantwoordelijk voor is geweest. En die daarin andere besluiten heeft genomen dan wij toentertijd als raad gedacht hadden dat genomen zouden worden. En wij linken dit dan aan het debat wat we hiervoor hebben gehad over het punt. Dit was een onderdeel van dat... van die overwegingen die toegemaakt zijn. Het zou geplaatst worden in de wand van de brede school en er waren meer toezeggingen gedaan en deze is dus niet uitgekomen en ook dit heeft dus extra kosten opgeleverd. Dat is wel waar wij als onze fractie moeite mee hebben. Tot zover. Dank u wel. Dan kijken de portefeuillehouder, de heer Paters, aan u het woord om in te gaan op de gemaakte vragen, zeker opmerkingen. Voorzitter, dank u wel. En ik ben blij te horen dat elke fractie die in ieder geval in eerste termijn een reactie heeft gegeven, blij is met het feit dat het graffito behouden is. Dat delen wij zeer met u. Het in de wand van de brede school, of dat een harde eis was destijds in de motie zoals die opgesteld is, dat kan ik mij niet herinneren. Maar goed, dat zou ik na moeten kijken, dat doe ik met plezier. Ik weet wel dat de suggestie in elk geval destijds gedaan is. En als u er prijs op stelt, dan kijk ik vooral naar mevrouw Hilbering, dan wil ik best voor u uitzoeken of er technische belemmeringen waren waarom dat niet kon. Dat antwoord moet ik u op dit moment schuldig blijven. Het goede nieuws is dat inderdaad de provincie, en de heer Jonker refereerde daar al aan, een bijdrage heeft geleverd. Daar moet inderdaad een lesprogramma voor komen en dat gaat er ook komen. En ik ben heel blij dat we zo ook de opgroeiende jeugd, de schoolgaande jeugd, toch kennis kunnen laten maken en blijvend kennis kunnen laten maken met een deel van de historie. En zeker daar waar het gaat om dit belangrijke deel van de wederopbouw. Dus dat doet mij zeer deugd. Ik kan melden overigens nog dat er nog een aanvraag loopt voor eventueel nog een extra subsidie. En mocht die toegekend worden, dan zullen we u daarvan uiteraard op de hoogte brengen. Want alles wat helpt om het verder naar beneden te brengen, dat is inderdaad zeer de moeite waard. Ik weet mij te herinneren, voorzitter, dat destijds op basis van informatie die beschikbaar was, onder andere van het Heemschut, zeg ik even uit mijn hoofd, dat wij toen, ik zou bijna zeggen, een educated guess hebben gedaan als raad. En dat die 25.000 die beschikbaar gesteld is, daarvoor zou het moeten kunnen. Dan blijkt op het moment dat er heel zorgvuldig dat kunstwerk uitgezaagd wordt, dat daar een extra versteviging nodig is die extra kosten met zich meebrengt.
Dat zou ook de reden kunnen zijn waarom plaatsing in de wand geen optie was, maar daar kom ik zoals gezegd op terug. Maar het goede nieuws is dat het past binnen het krediet en binnen het budget van de brede school. En dat overigens, en die gelegenheid neem ik dan ook maar even, het verheugend is om te melden dat de hele brede school op tijd en binnen budget opgeleverd zal worden. Dus dat is ook wel eens fijn om dat soort dingen te kunnen melden. Dat was het, voorzitter. Dank u wel. Nou, dan begrijpt u dat ik heel voorzichtig ben om te kijken of ik nog een tweede termijn moet toestaan. Dus ik keek heel dreigend rond. Klein beetje. Oh, de wethouder was niet klaar. Ik dacht dat u klaar was, de wethouder. Oei. Ja, ik was klaar, maar ik zie dat er geen tweede termijn is. En dan wil ik, als u mij toestaat, want dat had ik net eigenlijk willen doen bij mijn verhaal in het sociaal domein, over sport, en ook in het sociaal domein, daar had ik een opmerking over willen maken. Omdat, en het is leuk dat u bijna aan het eind bent van deze debatavond, maar het is nog veel leuker als u dat doet met iets wat wij u mee kunnen geven. En dat gaan we doen, want wij hebben voor u al een frisbee. En dat is een hele leuke sport. Goed om te doen, goed om te bewegen. We hebben nog een aantal meer van die dingen. We gaan die verspreiden. Maar we hopen dat u wellicht in een volgende schorsing is frisbeeën door de hal zien gaan. Extra beweging is voor mij, maar voor wellicht ook voor u goed. Dus we gaan die uitdelen en we hopen dat u daar veel gebruik van zult maken. Doet u dat nu zelf, dan heeft u wellicht een kind of een kleinkind of een buurwijsje of buurjongen die daar gebruik van kan maken. Dus die delen we graag aan u uit. En ik dank de voorzitter dat u mij deze nabrander heeft toegestaan. Ja, vooruit. Ik wist dat die nabrander ergens zou komen. Dus ik heb daar toestemming voor gegeven als uw voorzitter. Als u het niet mee eens bent, dan hoor ik het wel. Ik sluit het debat deze avond met daarbij even te vermelden dat de beerhap die de pasvakjes ligt, dat u iets van de wethouder krijgt, dus nooit weg. En dat vervolgens de debatavond is gesloten.